Goedemiddag, lieve allemaal. Superleuk dat jullie kijken. Ja, we gaan nu eigenlijk beginnen voor het allereerst in deze periode. Op de middag en afgelopen maandag zou ik natuurlijk eigenlijk live gaan. En ik zou een kerstworkshop gaan geven. Maar ja, het kwam natuurlijk niet zo heel erg leuk uit. Het was wel een heftige avond voor ons allemaal, om toch te horen dat we met z'n allen eigenlijk toch een aantal weken dicht moeten gaan. Dus het leek ons ook niet gepast om op die avond door te gaan. Daarnaast hadden wij daar zelf ook, heel eerlijk gezegd, eigenlijk niet de puf voor. Maar ja, goed, laten we niet vergeten dat wij gewoon enorm veel van nail art in dit geval houden, van ons vak houden. En daarom willen we ook heel graag jullie lekker blijven inspireren met allemaal leuke e-lives. Vandaag de eerste. En ik ga toch kerstmisworkshop ga ik toch doen. Want ja, het blijven natuurlijk wel hele leuke designs om te doen en lekker om te trainen. En laten we het positief bekijken. We hebben er nu alle tijd voor om dat gewoon lekker te gaan oefenen met elkaar. Ik ben hier niet alleen. Ik ga vandaag samen met Pepijn natuurlijk. En achter de knoppen zitten Wendy en Gillian staat er ook nog even. Maar ik moet eerst zeggen, we gaan beginnen. Welkom nogmaals allemaal. Ik kijk al, er zijn aardig wat mensen live. Ik ben zelf ook even stiekem mee aan het kijken. Hey, vandaag gaan we dus kerstmisdesigns doen. Ik ga stempelen. We gaan een beetje in op de technieken. En misschien kun je die technieken natuurlijk niet, als we weer open mogen gaan, ook gebruiken, de kerstmisdesigns. Maar je kunt wel die technieken gebruiken. Dus we gaan stempelen, we gaan sugaren, we gaan met cat eyes art maken. En ik ga als laatste ga ik een cartoon maken. En dat zal zijn van Olaf, de vrolijke sneeuwman. Maar ook dat zou je natuurlijk weer kunnen variëren naar een ander soort design, die je zodra we weer open mogen, dan kunt toepassen in je salon. Zoals gezegd doe ik het niet alleen. Ik ben samen met Pepijn. Hallo Pepijn. Hallo allemaal en wat leuk om hier weer te zijn om voor jullie een live te doen in deze toch wel wat vreemde en moeilijke periode. In de vorige corona-lockdown zijn we natuurlijk eigenlijk vanaf de tweede week al meteen met allemaal lives begonnen. Mijn allereerste live was met Wendy, die nu achter de knoppen zit en het schakelwerk doet. En we hebben in de afgelopen paar dagen, heb ik met alle trainers contact gemaakt om ervoor te zorgen dat we in de komende weken voor jullie 3 keer in de week gemiddeld live gaan met een ander type workshop. Nou, vanavond natuurlijk, of vanavond moet je zien, het zit helemaal in mijn systeem om vanavond te zetten. Het is heel donker in de studio. In ieder geval vanmiddag ga ik samen met Jessica die prachtige kerstdesigns maken. We waren natuurlijk wel even in dubio, moeten we nog wel kerst doen, moeten we dat nog wel doen. Maar de designs en Olaf is zo super cute, dat natuurlijk moeten we dat gewoon doen, want het is niks leukers om lekker te handpainten en te stempelen en alles te doen. Jullie krijgen ook nog van mij de winnaars van de opdracht van Deborah. Dat zijn er 3, er valt hier iets van mijn bureau af. 3 winnaars van de opdracht van Deborah en de planning van al die e-workshops. Dus in ieder geval, ik geef het woord weer terug aan Jessica. Ik hou jullie vragen in de gaten. Dus als jullie iets vragen, breek ik in en stel ik dat aan Jessica. Maar nu eerst naar Jessica. Ja, superleuk. Laten we met het eerste design beginnen. Ik ga een beetje een opbouw doen, dus we gaan lekker makkelijk. Jullie kennen misschien wel onze topgel, de cat eye top die we hebben. Een mooie zilveren kleurige topgel, waar je met magneetjes gewoon leuke dingetjes mee kunt doen. Maar daarover kun je natuurlijk ook heel leuk een stempel plaatsen. En dat wil ik jullie nu laten zien. Kijk maar even mee. Ik heb op mijn tip, een zwarte tip, maar daar heb ik al een heel klein 1 laagje Black is Black gel polish. That's it. Ik schud even mijn top. En dan ga ik hier mijn topgel plaatsen. En in principe zou je hem nu dus ook, want het is een topgel, dus ook kunnen dragen. Als je de stempel die je plaatst bijvoorbeeld met een liner gel zou zetten. Maar ik ga nog iets met die stempel doen daarna. Dus ik moet hier overheen straks wel weer gaan aflakken. Ik pak even mijn magneetjes bij. Ach, en laten we een leuke swirl.
Ja, ik blijf dat zo leuk vinden, zo'n swirl effect, hè? Ja. Ach, je kunt er ook echt helemaal mee spelen. Ja, ik zou hem bijna niet onder de lamp durven doen. Nee. Maar ik wil je overheen zometeen een beetje een soort kersttrui. Hè? Die hebben wij ook op een stempelplaat staan. Die wil ik maken, dus ik wil wel iets meer zilver in het midden. Dus ik vind dit wel leuk. Zo, die doe ik even in de lamp. En nou ga ik mijn plaat pakken. Even mijn magneetjes aan de kant. Maggie vraagt, ik heb de Cat Eye Top Gel nog niet. Kan ik dit met een gewone Cat Eye doen? De grijze of de Diamond heet die bij ons? Zeker weten, natuurlijk. En we hebben ook andere kleuren gel Cat Eyes. Dus dat kan ook prima. Maar we lakken hem daarna toch af. Ja hoor, bijvoorbeeld misschien heb je de mooie ruby kleur Cat Eye. Die is mooi rood, dus dat past wel in een kersttrui. Alleen zou ik hem dan ik zou dan de stempel zetten met een witte liner gel of met een witte long-lasting polish, de stempellak die ik gebruik. En ik kreeg ook een vraag binnen van Lian. Hi Lian, wat leuk dat je weer meekijkt. Dat is een vraag voor jou, Jessica. Ja? Welke kleuren van de Master Paint zijn een must-have voor de beginnende nail arter? En zeg nou niet die en die en die en die en die, eigenlijk allemaal. Dus ze lacht al een beetje om de eigen vraag. Ik weet namelijk het antwoord wel, dat is eigenlijk allemaal. Maar ik geef hem toch even terug naar Jessica. Ja, heb ik niks meer aan toe te voegen. Allemaal. Ja, inderdaad. Oh, wat een lastige vraag, want ik heb echt heel veel favorieten. Oké, zwart-wit natuurlijk. De primaire kleuren zou ik zeker kiezen. De Deep Bordeaux. De Lime Green. Want als je daar weer een druppeltje zwart bij toevoegt, dan wordt die heel mooi vintage groen. En als je dan bloemen bijvoorbeeld maakt, daar is die Deep Bordeaux dan weer prachtig voor. En dan past die limegroen mix, maar past er perfect bij. Ja, en de Emerald. Ja, en dan ben ik er eigenlijk ook al wel een beetje, hè, Pepijn? Ja, een beetje wel, ja. Oké, ik ga even schudden met mijn lak. Dat moet je altijd goed doen. Voordat je gaat stempelen, zorg dat je stempellak ook niet oud is. Want hoe ouder de lak, hoe lastiger het stempelen is. En als het een nieuwe stempellak is, dan moet je hem sowieso altijd goed schudden. Want het pigment moet goed verdeeld worden. Ik ga over deze top een stempel pakken van een oudere stempelplaat die we hebben. Ook een kerstmisstempelplaat. We hebben 3 in totaal in ons assortiment. Ik zal hem eventjes iets meer zo houden. En dit is de plaat, Christmas heet die volgens mij. Ja, dat denk ik wel, als ik zo die plaat zie. Hoe verrassend. Christmas, Christmas nummer 1. En dit zijn ook echt hele leuke, zie je dat? De leuke trui-ideetjes. Nou, en ik ga zo meteen, deze pakken. Ik zal hem heel even iets uit beeld zetten, want anders wordt het een beetje fel, hè? Ik vul mijn plaat met een flinke druppel nagellak. Als ik mijn flesje pak, ik heb het dopje open, zie je dat? En ik kantel hem. Want ik wil een flinke druppel aan mijn kwastje. Dat is heel belangrijk. Flinke druppel, die plaat vullen. Met lak ga ik altijd 1, 2, 3 keer schrapen. Want ik wil mijn plaat weer vullen naar het level van de bovenkant van de plaat. Want de groefjes van de plaat zitten natuurlijk iets lager. Het elementje van de stempel. En dat wil je eigenlijk weer vullen, dat moet je vullen, tot de bovenkant van je stempelplaat. Want dan, als je met een rechte manier je stempelkussen erop drukt, dan heb je je volledige element op je kussen staan. Als je dit met liner gel zou doen, dan moet je hem juist rollend oppakken. Zo, flinke druppel. Ik pak mijn kaartje erbij. En ik doe dus 1, 2, 3. Ik pak hem rechtop. En omdat ik een doorzichtige stempel heb, kussen, kan ik kijken waar ik hem neerzet. En dan heb ik een hele leuke special effect stempel. En zo klaar. Ja, het is echt superleuk en zo makkelijk, hè? Ja, mijn kussen maak ik schoon aan een kledingroller. En mijn plaat maak ik altijd schoon met pure aceton. Of nagellak remover met aceton erin. Met prep en wipe zou het ook kunnen, maar dan duurt het gewoon ietsje langer voordat alles weer schoon is. Ik doe dat ook altijd nadat ik mijn stempel heb gezet.
Anders zou dit tijd kosten tussendoor. En met nagellak heb je altijd wel minder tijd. Met liner gel kun je zelfs nog koffie drinken tussendoor. Nou, ik wil deze stempel eigenlijk nog een beetje opleuken. En wat ik daarvoor ga gebruiken, ik ga een soort, ja, ik noem dat een twilight zone, een border om mijn nagel heen zetten. En daar gebruik ik mijn ombre tool voor. Dat is een kussentje. We hebben twee verschillende kantjes. Zie je dat? Deze is wat puntiger en wat ronder. Hier kun je dus ook heel makkelijk, heel snel met liner gel bijvoorbeeld, een baby boom maken. En ik vul mijn ombre tool met liner gel, zwarte liner gel. En dan ga ik eigenlijk om mijn design weer zwart toevoegen. En dat zit natuurlijk ook onder mijn top gel, hè? Dus dan zul je zien dat die cat eye top een beetje naar de diepte gaat. Voor nog meer special effects. Heel simpel. En echt makkelijk toe te voegen. Omdat hij een puntje aan zit, kan ik dus ook makkelijker in die cuticle van het stokkie. Nou, dan moet deze natuurlijk even uitharden, denk ik. Ja, deze moet uitharden. Ik heb een aantal vragen en die zal ik even voor jullie beantwoorden. Ik zie zojuist van Wendy Maria Aggenaar, stempelen lukt me wel, maar met pigmenten en zo erin verwerken, dat lukt mij dus niet. En ik had ook een opmerking van Elvira. Zij zegt, ja, dat stempelen, dat blijf ik toch wel lastig vinden. Ik word er een beetje zenuwachtig van. Jessica heeft eerder dit jaar een speciale stamping workshop gegeven. En die kun je vinden op YouTube, Magnetic Nail Talk. En het is een stempel workshop. Zoek eventjes op Jessica, dan kom je vanzelf bij de stempel workshop. En dat was een stempel workshop van, ik geloof, 2,5 uur, waarin Jessica alle geheimen uit de doeken deed. Maar we gaan binnenkort ook nog een keer een stempel workshop doen, waar je een certificaat mee kan verdienen. Dan was er nog de vraag, met wat voor nagellak heb je nou zojuist gestempeld? Was dat een stempellak of een gewone nagellak? Dat was de Next Long Lasting Nail Polish. Dat is een snel drogende nagellak waarmee je ook kunt stempelen. En tenslotte had ik een vraag van Anita Verkooyen. Hi Anita, wat leuk dat je weer meekijkt. Was dit gewone zwarte gel of is dit een speciale gel om mee te stempelen? Nou, Jessica heeft gestempeld met een nagellak, maar je kunt natuurlijk met liner gels stempelen. We gaan weer terug naar Jessica. Helemaal goed, inderdaad. Nou, mijn liner gel, de Twilight Zone, die is nu uitgehard. En nu kan ik mijn design aflakken. Dat ga ik doen met de Supreme Finish. En, maar je zou het ook gewoon met een bezem top natuurlijk kunnen doen. En dan heb je een heel snel... Ja, echt heel mooi. Design. Zo makkelijk, hè? Ja. Nou, en als je het bijvoorbeeld met liner gel zou hebben gestempeld, hè, dat kan ook. En liner gel kun je natuurlijk ook op de top dragen. Dus op de nagel. En dan heb je een soort reliefje eigenlijk op je nagel. Het kan ook een heel leuk effect zijn. We gaan later, zometeen, ga ik ook weer een design doen. Dan ga ik ook verschillende kleuren longlasting polish. Want we hebben, nou, ik gebruik eigenlijk voornamelijk de zwart. Maar we hebben een heel veel kleurtjes van de longlasting polish. En daar ga ik met verschillende kleuren stempelen. En ik ga met liner gel stempelen. Want ik vertelde net al dat je het ook op je top kunt dragen. En dat laat ik zien en dat ga ik weer sugaren. Dus dat is het volgende design. Nou, dit is dan het eindresultaat van nummer uno. Nou, dan heb ik weer wat vragen. Onder andere van Jolene. Hi Jolene. Hoe kan je zien of je de oude of de nieuwe plastic gel hebt? Dat zie je doordat de oude plastic gel is wat droger. Dat is meer echt een bolletje. Dat is een beetje korrelig. En de nieuwe is juist wat meer een beetje zoals power gel. Dus glad als je het open doet. Bij de oude, dus die wat korrelige, die kun je altijd mengen met een beetje bezem top, met een matte topgel, met een gekleurde gel polish, om een wat viskeuzer te krijgen, zodat die iets meer... iets gelleriger wordt en dan kun je er wat makkelijker mee werken. En dat is bij de nieuwe versie niet nodig. Ik zie ook nog wat vragen, of tenminste wat opmerkingen. Ja, Sabrina, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het altijd zo bijzonder hoe simpel het is en hoeveel effect je ervoor terugkrijgt. Ja, helemaal mee eens. Joyce, jij zegt, ik wist niet dat Supreme Finish over nagellak kon. Nou, dat kan ook alleen maar als je die nagellak gebruikt om mee te stempelen. Als je gewoon de nagellak op je natuurlijke nagel doet en je wil een Supreme Finish over doen, dan dat werkt alleen als je 100.000% zeker weet dat je nagellak droog is. En dan moet er ook nog een kunstlaag onder zitten.
En anders zou ik geen Supreme Finish op nagellak gebruiken. En je, voor die 100.000% dat die droogt, moet je toch wel een kwartiertje rekenen. Dus stel je voor, je hebt een bezem top op je nagels. Je lakt ze met gewoon nagellak. Wacht dan 10, 15 minuten. En dan kun je ze aflakken met Supreme Finish. En dan blijft het helemaal super zitten. En ja, we gaan weer terug. Oh, ik was even met Gillian aan het... zo. Hey, volgende design. Zoals verteld, ik ga nu verschillende technieken toevoegen. Ik heb mijn tipje, heb ik een nude kleurtje. Dit is de nude pink gel polish. Dat heb ik 2 keer gelakt. En ik heb daar de plaklaag van verwijderd. En die heb ik opgeroeid. Ik vind namelijk opgeroeide ondergronden altijd net even iets beter pakken. Als ik met een NXT gel of nagellakjes ga stempelen. Omdat die ondergrond wat ruwer is, pakt het gewoon beter. Nou, ik ga nu met 2 verschillende platen werken, dus kijk maar even gezellig mee. Ik ga met de plaat Oh Dear werken. Dit is de allerlaatste kerstplaat die we hebben. Dit is nummertje 43. En dit zijn ook hele leuke elementjes. Ik kan jullie zo meteen wel voorbeeldjes laten zien die ik heb gemaakt met deze plaat. En ik wil dit elementje pakken. Leuk voor de ondergrond, een beetje als opvul. En daarna ga ik door met one of my favorites. Heel veel dames hebben last met krullen. Behalve Linda, want Linda is de krullenqueen. Maar sommige dames vinden dat toch gewoon lastig. Nou, en hoe handig is het dan om een stempelplaat te hebben waar je krullen gewoon hatsenflats op die nagel kunt zetten. En hier ga ik elementjes van pakken om eigenlijk die onderlaag een beetje op te vullen. En daarna pak ik ook weer zo eentje en die ga ik dan sugaren. Ja, ik laat jullie eerst het begin zien. Ik ga beginnen met een gouden NXT polish. En hier is het voordeel van, die droogt ietsje langzamer dan bijvoorbeeld de zwart, de wit, de bruin, noem het maar op, welke kleurtjes. Oké, dan gaan we weer precies hetzelfde doen. Die flinke druppel pakken, ik heb al goed geschud voor gebruik. Dus ik kantel hem, ik pak hem, ik kantel hem, want dan komt er echt een druppeltje, goede druppel aan mijn kwastje. Dan ga ik mijn plaat vullen. Ik heb alles bij de hand wat ik nodig heb om te stempelen. Ik pak hem even van die kant. Dat is wat makkelijker voor jullie. Want overal waar ik tijd mee kan winnen, dus dat dopje weer terugdraaien op het flesje, doe ik allemaal later. Ik vul mijn plaat. Doe weer 1, 2, 3. Ik pak hem op. En ik zet hem neer. Maar zo is het al heel leuk, hè? Ja, inderdaad. Maar hij wordt nog leuker. Nou, ik hou een beetje van spelen met ondergronden. Dus ik ga nu ook weer die borden creëren. Maar dat ga ik nu doen met een gel polish. En daar gebruik ik voor de Chocolate Delight, heet die. Dat is een hele mooie donkerbruine kleur met een beetje een shimmertje. Vind ik wel leuk bij dat goud passen. Dus daar pak ik eerst een druppeltje van op. Even mijn Chocolate Delight erbij pakken. En ik pak hem op met mijn Detailer 3. Voordat je doorgaat, Jessica, heb ik even een vraag van Claudia. Als ik de plaat pak om de stempel... Als ik de plaat pak om de stempel op te pakken, dan pakt hij niet geheel aan mijn stamper. Wat doe ik dan verkeerd? Kan jij dat een beetje uitleggen? Ja, dat kan betekenen dat je je plaat dus niet goed genoeg hebt gevuld. Dus dat je dat level wat ik net zei, die groefjes die lager liggen. Dus de stempel is eigenlijk uitgefreesd uit die plaat, dus die ligt lager. En het is dus heel belangrijk dat die flinke druppel die je erop legt, ook echt ervoor zorgt dat die complete plaat is gevuld. Nou ligt het er ook aan wat voor element je pakt. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk nu niet aan de orde, maar we hebben de animal print plaat. En daar staat ook een zebra print elementje op. En dat is de enige die ik dus niet op deze manier vul tot 3 keer toe. Maar die pak ik 1, 2, dus die druppel die zit nou hier. Hè. Elke keer schaap ik hem weer door. En na de 2e keer pak ik hem zo op, omdat hij in het midden net even iets te breed is. Dus ik weet niet welk elementje, dat moet ik dan eigenlijk even zien. En je kunt altijd even kijken naar die e-workshop, naar die workshop die ik in de coronatijd heb gedaan. Hè. Die staat op YouTube, waar Pepijn het net over had. En er komt ook een boekje uit voor het stempelen trouwens. Ook heel erg handig. Ik ga even
mijn plaatje tussendoor schoonmaken. Ja, dat werd tussendoor ook gevraagd. Hè, als er nou wat nagellak achterblijft op een stempelplaat, hoe maak ik dat schoon? Dat kun je gewoon schoonmaken met aceton of met nagellakremover. Ja. Want ja, daarmee maak je het makkelijk schoon. Inderdaad. En je moet er dan ook altijd even op letten. Kijk maar op Topshot. Zie je dat die nou nog een beetje goud is? Ja. De groefjes moeten echt weer zilver zijn, zilverwit. Dan is die helemaal leeg. Als ik dit nu zo zou laten en ik zou hem weer gaan vullen met nagellak, dan komen mijn groefjes niet helemaal tot aan de onderkant van mijn groefjes. Dus dat is heel belangrijk, dat je hem echt goed met kracht weer wit zilver krijgt. En nou is die echt helemaal leeg en schoon en weer klaar voor de volgende. Oké, een druppeltje bezentop. Want dat wat ik net met die ombre tool deed, dat kun je ook prima doen met gel polish. Dat wordt meteen een beetje vintage, hè? Ja, precies. Dat gevoel wil ik ook heel graag aan mijn design geven. Dus ik leg eigenlijk eerst daar waar ik de meeste pigment wil, de meeste kleur wil hebben. Ik rol mijn penseel dan leeg, gewoon droog, aan een brushwipe. En ik leg mijn penseel plat neer en veeg eigenlijk over mijn stempel. Je krijgt dan ook gelijk het gevoel dat die stempel ook meer naar achter komt te liggen. En als je dit lastig vindt, want ik doe dit dus droog, zou jij ook voor kunnen kiezen om een heel klein beetje bezentop, dat laat ik bij de onderste kant zien, te gebruiken om zo die vegen te maken. Dan gaat het veden, het blenden gaat net even iets soepeler, iets smoother. Zie je dat? Even iets meer corrigeren. Et voilà. Nou, ik zeg, ik vind hem leuk. Ik ga hem in de lamp doen. Even 30 seconden. En dan kunnen we weer door. Ja, ik kreeg een vraag binnen van Alida. Alida, jij hebt het als je gaat stempelen, het stempelkussen uit de houder valt tijdens het stempelen. Hoe zou Alida dit kunnen oplossen? Er komt dan een comment, niet te hard erop drukken. Het is hier in de show ook wel eens gebeurd hoor, dat Deborah ging stempelen en de stempelkussen zat vast aan het design. Maar is daar een bepaald trucje voor, Jess? Kun je dat bijvoorbeeld vastlijmen of zo? Nee, inderdaad. Dat heb ik Deborah, ja, dat is een van de bloopers trouwens, hè, Pepijn? Ja. Heb ik zelf eigenlijk nog nooit ervaren. Ja, inderdaad, niet te hard drukken, denk ik dan. En vastplakken, ja, zou je dat kunnen doen? Misschien zou je het kunnen doen met een soort tape of zo, Pepijn? Wat denk jij? Ja, of gewoon een beetje brush on glue. Ja, misschien. Zou je moeten proberen. En ja. In ieder geval niet te hard duwen. Nee. Anita Verkooy, jij vraagt die rand, hè? Die Twilight Zone. Ja, ja. Doet Jessica dat nou met een gel, met een collar gel of met een liner gel? Nee, dat was gewoon een gel polish. En dat was de Chocolate Delight? Ja, Chocolate Delight. Chocolate Delight. Yes. Oh, en dan zie ik hier binnenkomen van Jolene. Weet iemand of je ook met een gouden liner gel kan stempelen? Nou, als iemand dat weet, dan zit ze daar. Dus yes. Nee, helaas. Nee, er zitten eigenlijk kleine particles in. En die particles zijn zo fijn, het is echt heel lastig om daarmee te stempelen. Maar als je goud zou willen stempelen, dat kan, maar dan op een andere manier. Die liner gel die is echt geweldig om hele mooie extra designs, leuke lijntjes en zo te maken naast je strakke andere lijnen. Als je goud zou willen stempelen, zou je dat kunnen doen met pigmenten. Ga ik straks ook iets mee laten zien. En je zou natuurlijk ook ervoor kunnen kiezen om in de plaklaag van je nagellak folie te plakken. Dus we hebben folie in een heel klein potje, maar we hebben ook folie op een rol. En beide plakken heel erg mooi aan de NXT Polish. In het volgende seizoen laat ik daar ook een demo mee zien. Ja. Superleuk! Nou, laten we verder gaan. Als je nu zegt, hè, ik wil hem nog net even iets donkerder, ik wil hem iets meer pizzazz geven, zoals ik dat noem, kun je natuurlijk ook ervoor kiezen om je, nou, kan ik ook zo doen, heel klein beetje liner gel black door die Chocolate Delight. Wordt hij wat donkerder bruin. Om net even iets meer schaduw te creëren
aan de bovenkant. Dus dan pak ik hem. Net even daar. Ik rol hem weer leeg aan mijn droge nail wipe. En blend hem in de Chocolate Delight. Krijg je net even iets meer diepte. En nog meer dat vintage gevoel, hè? Ja, het lijkt wel een poëziealbumplaatje. Ja, leuk, hè? Ja, we hebben natuurlijk ook een hele mooie vintage plaat, hè? Daar kunnen dit soort stempels ook prachtig mee gedaan worden. En dit soort ondergrondjes daarmee maken. Vertelt je nagel vertelt een verhaaltje. Hartstikke leuk. Deze ga ik even zo meteen aflakken. Want hier overheen wil ik weer een stempel zetten. Maar ik vind het een beetje lastig. Want we hebben natuurlijk die gel polish. Hebben we mee geblend. Misschien een beetje bezemtop gepakt. Dus dat plakt een beetje. En just to be sure dat dat niet viezigheid gaat geven aan mijn kussen. Maar ook andersom. Mijn kussen aan de gel polish. Ga ik hier heel even een dun laagje bezemtop onder zetten. Plaklaag verwijderen en die weer opruwen. Dat doe ik bewust. Want ik wil uiteindelijk mijn eindresultaat mat. Als ik nu een matte top ertussen zou zetten en hem daarna nog een keer met mat aflakken, dan krijg je een beetje een grijs gevoel aan je uiteindelijke resultaat. En dat wil ik niet. Ik wil wel dat ik die stempel, de allereerste stempel, dat goud, nog wel goed kan blijven zien. Oké. Okay. Yes, terwijl jij dat doet, denk ik dat het leuk is om even te gaan vertellen welke e-workshops jullie de komende weken allemaal kunnen gaan verwachten. Het is een hele rits en het zijn heel veel verschillende trainers en verschillende technieken. Dus ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk maar even mee. Aanstaande maandag is dat Mirjam Zwart met inlay op Colourpops. Op maandag 28 december is dat Syriza Klein met Easy Floral Nail Art. Op woensdag 30 december is dat Pepijn, ikzelf, met 3D acrylic flowers en dan staat Jessica op mijn plek. Maandag 4 januari is dat Linda Verkooyen met Easy Glitters en Sugars. En woensdag 6 januari is het Deborah met Realistic Animal Designs. Eigenlijk hadden jullie even een screenshot moeten maken van het vorige beeld. Zullen we nog even teruggaan naar het volgende beeld? Is dat mogelijk? Want dat had ik nog niet gezegd. Maak even een screenshot hiervan. Dan hebben jullie de verschillende data en de verschillende trainers alvast in jullie geheugen staan. Nou, hierna komen er nog meer. En dat is namelijk op vrijdag 8 januari is dat Wendy met de stiletto nails. Op maandag 11 januari Sylvane Huibert met crystals en bullions. Op woensdag 13 januari is het Michelle Taribuka, nieuw in Nail Talk Live, 3D gel ornaments. Vrijdag 15 januari Annelies de Brabander uit Weert met cartoon designs. En ook zij wordt ondersteund door Jessica. En maandag 18 januari onze enige echte eigen Cheryl met seduction en verkooptechnieken voor in jouw salon. Maak er een screenshot van, want dan weet je precies wanneer de e-workshops zijn. Hoe laat? Om 2 uur 's middags. Dus iedere workshop is om 2 uur 's middags. En we hebben er dus een stuk of 10 nu al in de planning staan. En dat doen we allemaal met heel veel liefde en plezier en passie. Natuurlijk voor jou thuis. Nou, ik ben wel benieuwd wat Jessica nu weer gaat doen. Dus ik ga lekker meekijken met jullie. Ja, gezellig. Wat veel, hè? Jullie zullen je niet vervelen deze periode. Hartstikke leuk. Ik heb er echt enorm veel zin in. Lekker gezellig bezig zijn met ons prachtige vak. Ondertussen ben ik mijn long-lasting polish aan het schudden. Ik pak nu een bruine kleur. Even spieken. Ik weet zo even niet hoe deze kleur heet. Sorry. Misschien dat jij het weet. Donkerbruine kleur. Kopi Luwak. Oh, dat is een mooie kleur. Ja. Oké. Ik ga nu naar mijn ornaments plaats. En ik pak even een gezellige paar krullen op. Ik vind deze wel heel erg mooi voor in de hoek van mijn nagel. En nog misschien een beetje andere krulletjes. Net even hier om de onderkant op te vullen. Okidoki. Pak alles er weer bij. Nou, die flinke druppel, hè, hebben we nodig. Ik vind het ook altijd heel spannend hoor als jij gaat stempelen, want ik kan het ook echt niet. Ik pak hem op. En ik heb echt maar een heel klein beetje nodig. Echt bovenin. Zo. Ja, het is toch geweldig. En? Weet je hoeveel tijd dat zou kosten als je dat op mijn hand zou schilderen? Nou, inderdaad. Kijken of ik hier nog wat mee kan. Tjoek. Nou, hoe leuk is dat?
Okidoki. Nou, dan zijn we eigenlijk wel klaar. Ik denk dat ik nog een heel klein krulletje, heel kleintje wil. Dus ik maak hem eventjes weer schoon. Zo. Ik mis hier nog een heel klein beetje iets leuks, iets gezelligs. Even mijn stempelkussen weer schoon. Klein krulletje. Ik vind die wel leuk. Ja, Laura vraagt zich af, hoe verzin je het toch telkens weer? Nou, dat vraag ik me ook af. Maar het antwoord daarop geeft Jessica volgende week in de kerstshow. Oh ja, ja, dat klopt ja. Zo, miste daar nog wat. Nou klopt ie. Okidokie. Nou, nu wil ik hem dus mat aflakken, hè, dat had ik al verteld. Dus dat ga ik nu even doen. Je extreemmatte top altijd even goed schudden voor gebruik. Dan wordt hij ook lekker mat. Dit is een demonagel, dus ik doe hem gewoon op 30 seconden in de lamp. Maar uiteindelijk, als dit hè, op een klant is, moet je hem 1,5 minuut doen. Want dan blijft hij ook 4 weken lang mat. Nou, terwijl jij dat doet, heb ik een vraag van Tessa. Tessa, jij vraagt, ik heb een vraag over de zwarte glitter. Ik heb de spray gekocht, maar na het sprayen in de lak en de topcoat erover is het glittereffect weg. Wat kan ik hieraan doen? Of zijn er eventueel gellakken met zwarte glitters? Nou Tessa, het mooist is die zwarte glitterspray als sugar. Dus je hebt je gelpolish kleur aangebracht. Vervolgens breng je daar een topgel op aan. En die had je nog niet uit. En dan spray je het in die topgel. Laat je het even een beetje inzakken. En heb je dus dat sugar effect. Nou, dat is echt super gaaf en mooi om te dragen. Zwarte gellak met glitter, die weet ik even niet uit mijn hoofd. We hebben ondanks natuurlijk de hele nieuwe glitterlijn uitgebracht. Die ga ik straks laten zien. Er zit een hele donker antracietgrijze in glitter. Die is heel erg mooi. Maar voor de rest, ja, we hebben zo ontzettend veel kleur. Zou ik even moeten nakijken. Maar de glitterspray gewoon op de nagel en dan gesugerd dragen. Nou echt, ik weet zeker dat je dat geweldig zult vinden. Ik denk dat we wel weer terug kunnen naar Jess. Ja, it's one of my favorite, inderdaad. En als je hem aflakt, dan zie je hem niet meer. Dat klopt. Dus die is echt heel erg leuk als je die draagt. Bijvoorbeeld op 2 en de rest allemaal leuk zwart. Mooi glanzend. En of juist mat. En dan die glitternagels ernaast. Oh, prachtig. Ik hou ervan. Oké, ik heb mijn extreem matte topper overheen. En nu is het klaar om te gaan sugaren. Ik ga sugaren vandaag met glitterspray, mermaid spray. En de mermaid spray, we hebben een heel veel verschillende kleurtjes. Maar ik pak nu de red gold. En puur omdat het een beetje een vintage nageltje is. Dus hè, die roze tinten, bruin tinten, goud tinten. Nou, daar vind ik deze glitterspray heel erg mooi bij passen. Ik ga stempelen nu met mijn liner gel. Dus ik pak weer mijn ornamentenplaat. En ik pak, eens even kijken. Ik vind dit elementje heel erg leuk. Is dat goed te zien op camera? Deze. Die ga ik nu pakken. Mijn liner gel, mijn witte liner gel pak ik. En om mijn plaat te vullen, vind ik het wel makkelijk om daar mijn silicone tool voor te gebruiken. Je kunt ook hè, je makkelijk schoonbaar. Ik deed vroeger altijd met een penseel. Maar dat vind ik wel lastig om dan je pigment weer te verwijderen. En van je silicone tool dan kun je het prima, heel makkelijk weer schoon krijgen. Ja, het was een tip van Julia voor op ja, leven. Ja, Julia echt deed zo dat. Handig. Echt zo handig. Oké. Wat ik nu doe is een nail wipe nat maken met aceton. Ik pak mijn kaartje erbij en mijn andere stempelkussen, want ik heb er 2. Ik gebruik de eentje voor nagellak en de ander hou ik apart voor liner gel, voor pigmenten, noem het maar op. Want dat zijn juist producten die je kussen sneller mat maken. En uiteindelijk gaat jouw kussen, ook dit kussen, mijn nagellakkussen, gaat ook mat worden. Want het is een gebruiksvoorwerp en dat slijt. Dat is heel logisch, is ook helemaal niet erg. Maar ja, het komt op een punt dat je er misschien niet meer zo heel goed doorheen kunt kijken. Nou, dat punt zou ik dus gebruiken dan om een nieuw kussen aan te schaffen. Maar je oude is nog wel goed. Die pakt nog wel lekker. Dus daar pak ik dan mijn liner gel elementen mee op. Pigmenten, neonpigmenten, noem het maar op. Je kunt met heel veel dingen kun je stempelen. Oké. Zo. Nou ga ik schrapen. Ook met kracht.
En je schrijft dan één keer? Ja, één keer. En ik heb dus die aceton op mijn nail wipe, dat heb ik bewust gedaan. Want soms wil het wel eens zijn dat je nog een extra streepje ergens ziet. En dat pak je natuurlijk ook op je stempelkussen. Mm-hmm. En dan daardoor, omdat er aceton aan zit, dan kun je het makkelijker verwijderen. Dus daarom eigenlijk. Pak even mijn andere kussen. Je kunt het verschil ook gelijk zien. Ik zal het even op beeld laten zien. Zie, daar kun je toch iets minder doorheen kijken. Maar hij werkt toch prima. Nou, zoals gezegd, pak ik mijn elementjes met liner gel anders op. Ik deed het dus net met een rechte manier, maar ik ga hem nu rollend oppakken. Dat is een beetje lastig te zien op beeld. Maar misschien van de zijkant. Ja, wacht even. Ik kom even naar je toe. Want wil jij dat graag in beeld hebben? Nou, ik denk dat dat wel handig is. Dan krijg je het gewoon helemaal in beeld. Geweldig, Pepijn. Zullen we eens eventjes deze nemen? U vraagt, wij draaien. Ik zoek hem op. Kijk toch eens, Pepijn. Geweldig. Zo, en ik moet hem even scherp zetten. Zo. Topper. En ik ben nog steeds op 1,5 meter afstand. Ja. Ja. Oké, nou daar gaat hij. Want ik pak hem dus ook echt heel schuin op. Ik zet wel kracht. En met een rollende beweging ga ik eigenlijk naar de andere kant. En dan heb ik mijn kussen. Mooi elementje op mijn kussen. En nou kan ik dus mijn kaartje gebruiken om eigenlijk deze elementjes eraf te halen. Stel dat je dat nou op je nagel krijgt, dat kun je wel verwijderen. Maar als je het op voorhand verwijdert, scheelt gewoon weer tijd. En met liner gel heb ik alle tijd, want dit is pas droog als het in de lamp is geweest. En dan ga ik naar mijn nagel toe. Even kijken. Ik wil hem echt leuk uit die hoek laten komen. En ook met een rollende beweging draai ik hem weer af. En nu ga ik hier in sugaren. Ik doe dit even boven het topje. Liner gel moet in de lamp en dan is het hard. En omdat die liner gel nu nog nat is, zinkt dit pigment, deze glittertjes zinkt hierin. En dat grijpt zich eigenlijk vast aan die liner gel. En als het hard is, dan kun je dit dus ook prima dragen op de nagel. Heel erg handig en hartstikke leuk voor een special effect. En als je een feestje bijvoorbeeld hebt, met de feestdagen en er toch lekker glitterig bij wil zitten thuis, dan is dit echt een super gaaf design. En snel te doen. Maar ja, daarnaast denk eens aan bruidjes. Daar kun je dit soort technieken ook super leuk op voor een special effect. Met een mooi pareltje boven in de cuticle. Nou, hoe leuk is dat? Nou, zo leuk dat iemand vraagt welke stempelplaat was dat nou precies met die krullen? Een must-have. Ja, dat is absoluut een must-have. En welke is het? Dit is de ornament. En plaat nummer 32 is het. Ja. Plaat nummer 32. Ik zet het er meteen bij. Nou, we hebben nog een beetje van die liner gel natuurlijk in die plaat zitten. Hè? En ik vind mijn nageltje nog niet vol genoeg. Er kan nog wel wat bij. Ik ga eerst mijn glittertje verwijderen. En dat doe ik met onze prachtige nieuwe fluffy brush. Ik ben hier zo blij mee, Pepijn. Ja, lekker hè? Ja, echt. Maar ik vind die nagel echt gewoon stunning. Hij is nu al leuk, hè? Maar ik mis hier nog een beetje. Nu al leuk? Komt er nog meer dan? Ja, want ik wil hier nog een heel klein beetje nog een extra shimmertje en glittertje. Dus dat doe ik nog een keer. Ik vertelde net dat ik die plaat, die heb ik nog niet schoongemaakt. Maar die liner gel, die kan ik gewoon nog wel gebruiken. Ik vul hem alleen nog een keertje met wat ik nog over heb aan mijn silicone tool. Want dat kan. Kijk, als je dit met nagellak zou doen, dan kan het niet. Want die nagellak wat er nog in bleef, dat is natuurlijk al opgedroogd. Maar liner gel, super simpel, die kun je dus gewoon lekker nog een keer pakken. Ga ik weer met die rollende bewegingen. Dus hup. En hup, dan ga ik eerst mijn plaatje even schoonmaken. Mijn kussentje. Even die witte hoekjes eraf. En het plakt dan lekker aan mijn scraper. Nou, dan ga ik precies hetzelfde weer doen. Maar dan net even dat hij iets afloopt van die nagel ter opvulling onder die eerste prachtige krul. Nou, hoe leuk is dat? Weer even mijn topje. Nou, ook dit ga ik even in de lamp doen. Ja, ik vind echt dat hier een pareltje bij moet.
Ja, hè? Ik word helemaal opgewonden. Ja. Ik wil een pareltje. Een pareltje en een paar strasjes. Heb je pareltjes bij je? Nou ja, ik heb hier natuurlijk al een beetje voorbereid, want ik bereid altijd alles voor. En ik heb hier al een eindresultaat liggen met een pareltje. En strasjes en bouillons en noem het maar op. Dus, zullen we die er even bij pakken? Dan hebben wij... Kijk toch eens hoe leuk. En ik heb een beetje de bruine steentjes, de goud, die zitten in een straswiel, zwart en dan met goud. Strasjes heb ik gepakt en dan die gouden kleur, gouden rosé bouillons heb ik gepakt. Kijk, daar zit het pareltje. Natuurlijk de AB, kleine strasjes, gewoon van alles wat. Nou, en het is echt een hele mooie nagel geworden, vind ik. Ja. Prachtig. En dat is iedereen ook echt het met je eens. Oh, echt iedereen gelukkig. Is helemaal in love. Hartjes, smileys in de oogjes. Iedereen helemaal gelukkig. Wendy zegt, na de lockdown ga ik deze zeker maken. Dan kunnen we ook nu al maken op Colourpops. En natuurlijk alvast voorbereiden voor straks het lenteseizoen. Maar dan zonder Merry Christmas. Ja, maar vergeet hem niet hè, voor volgend jaar. Want als je dit dan combineert op één of twee nagels, dan heb je een keertje een kerstdesign dat niet zo verschrikkelijk corny is. In ieder geval, wat ga je nu maken, Jess? Nou, ik ga nu dan toch wel iets van een kerstmisachtige nagel maken. We kennen natuurlijk allemaal die leuke nagels. En dat zijn een beetje die pleat... God, help eens even Pepijn. Die pleat patronen. Ja, tartan. Tartan, inderdaad. Dankjewel. Hè? Die rode met zwart of groen en met gouden streepjes. Dat ga ik eigenlijk als ondergrond maken. Dat doe ik met gelpolish. En met een beetje pigment. Maar dat zou je prima kunnen doen met bijvoorbeeld die gouden liner gel waar we het net al over hadden. Dat is ook een supermooi effect. En dan ga ik ook weer een stempel op plaatsen. Dus dat gaan we eerst als ondergrond maken. En in die stempel, daar wil ik pigment poetsen. Nou, hebben jullie ook weer een techniek te pakken? Dat is natuurlijk nu op een kerstdesign, maar die techniek kun je weer gebruiken voor andere dingetjes. Maar voordat Jessica dat gaat doen, ben ik jullie nog de winnaar verschuldigd van Deborah's e-workshop van 2,5 week geleden. Dat was natuurlijk die prachtige met die cat eyes en een beetje die geode effecten en die 36 magneten die ze tegelijkertijd gebruikten. Echt zo ontzettend veel inzendingen van jullie gezien. En natuurlijk zijn de certificaten al verstuurd door jullie, grotendeels. Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel 3 winnaars mag feliciteren met hun prijzen, of tenminste met hun pakketten die ze hebben gewonnen. De eerste winnaar die ik mag gaan feliciteren heeft het hele pakket gewonnen. En dat is Sandra Klaassen. Moet je kijken wat prachtig. Het heet LAL, geodes, shimmers, glitters. Wat heb je allemaal gewonnen, Sandra? Kijk even mee. Dat is dit pakket met Colourpops, zwarte Colourpops. Altijd bijna niet onmisbaar. Altijd onmisbaar. Fashion stickers, een magneet en 4 kleuren cat eye gel polish. Dan hadden we ook nog een tweede prijs. En dat is Lidie Adink. Lidie, gefeliciteerd. En jij ontvangt de 4 kleuren cat eye. De laatste 4 nieuwe kleuren cat eye van ons. En dan hebben we nog een derde prijs. En die derde prijs is voor Lisette Schoenmakers. We zien hier haar prachtige designs. En Lisette, jij krijgt alle nieuwe fashion stickers van naar huis gestuurd. Met hele mooie, abstracte, een beetje minimalistische nail art. Op speciaal verzoek van Jessica hebben we die uitgebracht. Van harte gefeliciteerd. Ik word er zo enthousiast van. Ik struikel bijna over mijn woorden. Ik ben ook zo in love met die cat eyes. En volgens mij ga jij straks ook nog iets met die cat eyes doen, hè, Jess? Ja, zeker weten. Ja, dus terwijl Jessica even de tafel in orde maakt, kijken wij even gezellig en met elkaar naar de cat eye commercial.
Ja, en ik vergeet helemaal te zeggen, en dat zegt gelukkig Lisette, je moet natuurlijk wel even een mail sturen naar info@mailtalklife.com met jullie gegevens. En dat geldt natuurlijk voor Sandra, dat geldt voor Lili en dat geldt voor jou, Lisette. Want dan zorgen we ervoor dat deze week nog jullie prijzen naar jullie toe worden gestuurd. Ik moet er echt weer even inkomen, hè, op die donderdagmiddag zo. Maar dat neemt niet weg dat ik het ontzettend leuk vond. Nogmaals heel erg gefeliciteerd. Ik ga weer even naar jullie comments kijken en we gaan ook kijken naar Jess. Ja, superleuk. Nou, volgende design is een tartin, hè, zoals we dat dan noemen, een plate design. Ik heb als onderlaag heb ik gebruikt de Maize Choice 2020, dat is een prachtige rode kleur, hè, mooi bright. En vind ik wel heel erg ook bij kerstdesigns passen. En op deze kleur, ik heb hem natuurlijk al voorbereid, normaal heb je dan een plaklaag nog, pak ik een druppeltje van de Rainforest Gel Polish. Dat is ook een hele mooie donkergroene kleur op mijn palet. En daar ga ik eigenlijk lijnen mee maken. Ik pak, want ik ga lange lijnen maken, Pepijn's Choice. Die vind ik daar echt perfect voor. Als ik lange lijnen maak, gebruik ik dit penseel. Ga ik voor de iets kortere ga ik voor mijn eigen penseel, Jessica's Choice. En eigenlijk volgt je lijn het penseel. En omdat hij zo lang is, is het echt veel makkelijker om een lijn te maken met dit penseel. En ik wil hem iets breder. En dan vul ik hem eigenlijk met de gel polish. En dit is heel random. Ik heb nu een groene kleur gepakt, maar dit zou ook prima met een hele mooie zwarte kleur kunnen. Of een iets een Black is Black gel polish bijvoorbeeld, die een beetje mixt. Zodat hij een beetje transparant zwart wordt, zie ik ook wel eens gedaan worden. Het is geen must hoor, dat je dit met groen doet. Nou, ik ga dan ook gelijk hier ook een paar lijnen zetten. En dit allemaal zonder bril, maar volgens mij ga ik wel goed. Ik zie in de comments een aantal vragen over hoe dat nou zit met certificaten. Want er zijn wat nieuwe mensen bij. En ik zie dat jullie al allemaal antwoord aan het geven zijn. Oh. Maar we hebben het proces waarmee je het certificaat krijgt veranderd. Dus we hebben het geautomatiseerd om te voorkomen dat dingen fout gaan en om het wat efficiënter te maken. Ik ga daar zo direct na deze demo wat meer over vertellen. Maar het proces is dus veranderd. Je hoeft niet meer het naar info@mailtalklife te sturen. Nee, je moet ergens anders naartoe gaan. En dat ga ik je straks allemaal laten zien en uitleggen als Jessica ook vertelt wat het huiswerk is voor vanavond. We gaan nu weer even terug naar Jessica. Maar dat wilde ik even zeggen omdat ik zie dat jullie al aan het reageren zijn. Ja. En echt wel verbeterd. En zoveel minder werk natuurlijk voor onze art department op deze manier. Dus echt perfect. Maar goed, daar vertellen we later iets meer over. Ik heb nu al mijn lijnen gedaan. Ik ben hier wel tevreden over. Dus deze doe ik heel even in de lamp. Even 10 seconden, dan weten mijn lijnen waar ze moeten blijven liggen. Ik heb hier een druppel bezentop op mijn palet liggen. Hierin ga ik met mijn Pepijn's Choice om hem schoon te krijgen. Dus mijn pigment, mijn groene pigment uit mijn penseel te krijgen. En ik rol hem eigenlijk weer terug naar zijn originele vorm. En dan pak ik een heel klein beetje pigment op mijn palet. Goudpigment. Dit is het gouden pigment uit het kitje. Dus een kitje, hoeveel zitten erin, Pepijn? 12, dat is 12. Dus de Magic Pigments. Ja, de Magic Pigments. En ja, dit is echt prachtig. Deze 12 kleuren, maar daar doe je je leven lang mee. Ik doe een heel klein beetje op mijn palet. Ik pak even een schoon druppeltje bezentop. Want ik ga met deze pigmenten ga ik ook weer een lijn maken. En dat kan. Ik pak nu de bezentop
Maar als je je pigment bijvoorbeeld door een Supreme Finish zou mixen, dan kun je ook op een nagel hele leuke krullen maken of lijnen, wat jij wil. Want dan kun je het gewoon echt dragen op je nagel. Even mixen. Hoe meer pigment erin zit, hoe gouder natuurlijk, hè? Is er een maximum qua pigment wat je kan toevoegen voor, om te zorgen dat het nog wel uithardt? Ja, dat voel je wel hoor. Maar ik kan niet precies goed uitleggen hoe dat maximum is. Je voelt het wel. Hoe stugger het is, hoe lastiger het wordt. Hij moet wel echt nog wel die vloeibaarheid hebben van je top of in dit geval je bezemtop. Oké, dan ga ik weer gouden of weer lijnen maken, maar dan met goud. En eigenlijk heel speels voorlangs, achterlangs, whatever suits you. Ook dit doe ik weer met de Pepijn's Choice. Deze laat ik hier achter verdwijnen. En aan die kant weer terugkomen. Even kijken, ik wilde eentje zo. Om deze kant een beetje op te vullen. Je moet een beetje op je haar letten. Oh, sorry. Ja, die kuif, hè. Ja. Ik denk dat ik daar ook wel weer aan moet wennen als ik de 30 december zelf aan de tektafel ga zitten. Ik vind het zo leuk dat jij live gaat, Pepijn. En ik denk dat iedereen het daar mee eens is. Hè, dames? Ja, we gaan nog veel meer mensen live, maar dat ga ik zo direct nog eventjes vertellen natuurlijk. Oh ja. Eerst een beetje genieten van wat je aan het maken bent. Dit blijft populair. We hadden het daar in de Engelse show geloof ik ook over hoe je 15 jaar geleden deden we allemaal Burberry maken. Hè? Ja, klopt. En had je ook van die airbrush tips. Die hadden dan al dat Burberry effect, die pakte je dan op en dan ging je fijner, was het Burberry effect weg. Dat was ook altijd heel leuk. Dat was een wonder. Dan kon je niet fijner die tips. Maar ja, Schotse ruiten blijven natuurlijk altijd in fashion. Ja. En altijd gewild. Zeker weten, zeker weten. Nou, ik doe deze heel eventjes in de lamp, even flash curen, want nu ga ik naar mijn liner gel. Ook dit ga ik oppakken met de Pepijn's Choice, want ik blijf die lange lijnen maken. Alleen wil ik ze nu iets dunner, dus vandaar dat ik naar mijn liner gel toe ga. Want deze lijnen zijn natuurlijk perfect gepigmenteerde, dunne lijnen. Als je dit bijvoorbeeld zou willen doen met, noem het dus, Black is Black Gel Polish. Ja, dat gaat toch meer lopen. Dat heb je natuurlijk al kunnen zien met de groene kleur. Dat is natuurlijk een gel polish. Nou, deze hier weer achterlangs. Het is echt random hoor. Het is geen must. Die moet achterlangs, die moet voorlangs. Gewoon wat je voelt, wat je leuk vindt. Als ik een dunne lijn wil maken met liner gel, vul ik mijn penseel. Maar ik rol altijd eerst even het overtollige af aan mijn palet. En pas dan ga ik naar mijn nagel. Want dan begint je lijn namelijk wel dunner dan dat je gelijk met die druppel gaat beginnen. Dan is je lijn gewoon wat dikker. Nou, misschien hierachter nog. Ja, en dan heb je al een heel leuk ondergrondje. Waar we zo meteen hier een stempel op gaan zetten. Dit ga ik dan even volledig uitharden. Liner gel vraagt natuurlijk 1,5 minuut. En daarna lak ik hem af met een extreem matte top. Dan ruw ik die op. Want dan ga ik die stempel plaatsen. Ja. Dat heb ik natuurlijk al voorbereid. Ik ben hartstikke snel. Dan is dit na die extreem matte top en dat opruwen. Nu ga ik naar die eerste stempelplaat die ik heb gebruikt. En daar ga ik dit elementje ga ik oppakken. De klokjes. Die vind ik wel heel erg leuk. Zo hier in het midden staan. En ik ga pigmenten in die klokjes poetsen. Dat ga ik doen met mijn pigment tool. En dan pak ik eventjes een beetje goudpigment. En goudchroom. De goudchroom die een beetje lime is? Ja, die prachtig lime is. Want die is toch super tof voor die blaadjes. En de belletjes, die worden dan goud. Nou, superleuk. Nou, en wat ik dan doe, is alvast een heel klein beetje goudpigment. En ik pak altijd een beetje op, maar ik dep dan ook gelijk weer met mijn
overtollige pigment weer terug in het dopje van mijn pigment. Want je pakt al snel te veel. En dat ik nu mijn ondergrond heb opgeruwd is echt van essentieel belang. Datzelfde doe ik met mijn chroompigment. Ook weer in dat dopje. Dan heb ik eigenlijk al de dingen voorbereid. Omdat ik nu weer met lak ga stempelen, heb ik tijd nodig om te winnen. En overal waar ik tijd mee kan winnen, dat doe ik op voorhand. Zo. En ik was dus aan het vertellen, dat opruwen is echt van essentieel belang. Want dan gaat u dus met pigmenten. En die pigmenten wil ik dus poetsen in de plaklaag van mijn nagellak. En als mijn ondergrond niet is opgeruwd, dan zul je zien, als je dat vergeet, dat de pigmenten een beetje blijven drijven op die top. En die zijn dan best lastig om dan alsnog te verwijderen. Als je hem hebt opgeduwd met een white block en je hebt een fluffy brush, dan is het verwijderen echt piece of koekje. Okay. Marjan van Brummel heeft een vraag. Zou je ook kunnen stempelen met die mix van dat pigment en die topgel dat je hebt gemaakt? Dat wordt lastig. Je zou het kunnen proberen. Als je hem dat oppakt, hou hem heel even voor de lamp. Maar ik vermoed dat hij dan al gelijk een beetje gaat lopen. Probeer het en je komt erachter. Ik pak weer mijn zwarte nagellak. Omdat op zwart goud en alle pigmenten gewoon beter te zien zijn. Weet jij toevallig, Jessica, of de French Manicure Airbrush Maskings alweer binnen zijn? Ja, die zijn binnen. Oh. Yay! Ja. Allebei trouwens, de Diep en de Salon. Oké, ik vul mijn plaatje. De kleine klokjes. Ik doe weer 1, 2, 3. Pak hem op. En het is nu dus niet erg dat er meer op je nagel komt dan de bedoeling, hè, qua stempeltjes. Want dat kun je allemaal verwijderen. Ik ga nu dus heel voorzichtig mijn klokjes goud maken. En ik draai hem om. En maak mijn blaadjes groen. Nou, dan zou je je overtollige stempeltjes die je er niet wil hebben. En je hebt natuurlijk die top op die onderlaag. Dus je kunt hier nu prima of weer met een white block overtollige stempel dus verwijderen. Of met je polish corrector stift even deze verwijderen. Want ik wil alleen maar klokjes. Heel even. Het schijnt nu al de pan uit. En hierboven. Ik draai hem heel even om. Ja, volgens mij heb ik ze allemaal weg, hè? Oké. En nu pak ik mijn fluffy brush. En doe tjoek tjoek. Nou, het is toch geweldig. Leuk, hè? Nou, ga ik hem even aflakken. En dan hebben jullie zo het eindresultaat. Ik ga hem glanzend aflakken. Ja, dat is leuk. Pak wel even de bezemtop. Kijk, en nu doen we dit met kerstklokjes. Maar dit kun je met alle stempeltjes doen. Nou, is toch hartstikke leuk. En ik had er ook al eentje voorbereid. Want er zitten natuurlijk ook altijd nog kleine besjes, hè, bij die hulsplaatjes. En die heb ik hier wel op toegevoegd. Weer met die Mace Choice. Even een paar druppeltjes nog extra erin. Even uitgehard en toen mijn top geplaatst. En dan is dat het eindresultaat. Okidoki, nou ga ik mijn plaat weer even schoonmaken. Zijn we alweer toe aan het volgende design. Maar volgens mij wilde jij nog even iets vertellen, hè, Pepijn? Ja, ik was net eventjes een artikelnummer in de comments aan het zetten. Ja, het is wat, hè, met je telefoon. Topper. Je gaat alle kanten op en het is allemaal best wel ingewikkeld om het allemaal bij te houden. Maar goed, gelukkig hoef ik niet meer te schakelen en doet Wendy dat achter de schermen. En Gil is er nu ook nog bij om Wendy daar een beetje in te werken. Want Wendy gaat samen met mij en onze trainers in de komende weken al die live workshops geven voor jullie. Zodat jullie ook in deze corona-lockdown toch de inspiratie blijven houden om lekker met ons vak bezig te blijven en mooie dingen te maken. Nou, is dit nog een gewone
e-workshop zoals we die hadden bedacht. Maar dat betekent niet dat er wat veranderingen zijn, zoals ik al eerder vertelde, met betrekking tot het huiswerk. Laten we eerst even gaan kijken, wat is het huiswerk als jij een certificaat wil krijgen van deze workshop? Kijk met me mee. Het huiswerk is, laat een leuk kerstset zien. Laat een leuke kerstset zien. Je mag hier voor alles gebruiken, stempels of handpainting, daar ben je helemaal vrij in. Maak even een screenshot van deze afbeelding. Dus een leuke kerstset op colorpops of op popjes of op je eigen hand. Dat kan natuurlijk wel nog steeds in deze tijd. En vervolgens is er dus iets veranderd. Kijk mee naar de regels. Je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur je huiswerk in via de link die in het album van de betreffende e-workshop staat. Inzendingen die niet zijn ingestuurd via deze link ontvangen geen certificaat. En natuurlijk zien we graag je foto's in de Nail Talk Live groep. Nou, nu ga ik even Jessica's hulp daarvoor vragen om even te laten zien op de Topshot camera hoe dat nou moet gebeuren. Want ja, ik las dit en ik dacht, wat staat er nou allemaal? Maar goed, ik geloof dat Jessica intussen de telefoon heeft. Jij moet hem eventjes op de juiste hoogte laten instellen. Ja. Ik loop wel even er naar toe. Hij staat niet op. Zo, kijk, hier zijn we. Oké. En ja, Wendy heeft het me dus net laten zien. Je hebt hierboven in... Zie je dat? Die kun je heen en weer bewegen. En dan moet je dus naar albums. Dus als we die aanklikken, dan zie je strakjes ook alle komende workshops. Nou, en hier staat dus mijn workshop. Die klik je dan aan. En... Dan ga je naar de opmerkingen. Naar de opmerkingen. Want hier in die opmerkingen staat dus, zie je dat, deze link. Als je deze aanklikt, en nu kan het nog niet, maar als strakjes de workshop hebt gedaan en je wil je designs dus inleveren, dan ga je dus dit doen en dan vul je hier je naam in. En deze naam is dus de naam die jij dus op je certificaat, dus je volledige naam zoals jij het op je certificaat wilt zien, moet je hier invullen en natuurlijk je e-mailadres. Nou, en dan staat eronder sign up. Dan krijg je van ons een e-mail teruggestuurd met daarin waar je dus al je adresgegevens moet toevoegen en natuurlijk je foto's van je designs van de workshop die je hebt gevolgd en waar je dus heel graag een certificaat voor wil toegestuurd krijgen. Zo heb ik het volgens mij wel goed verteld, toch, Pepijn? Of ben ik iets vergeten? Ja, dankjewel. En zo direct na deze live workshop gaat Wendy ook nog even een uitgebreide post plaatsen in de groep hoe het nou precies werkt. En waarom hebben we dit gedaan? We hebben het natuurlijk geautomatiseerd, omdat we nu gemiddeld 300 certificaten per live workshop uitsturen. En hiermee kunnen we voorkomen dat het verkeerd gaat. Dus dit wordt helemaal geautomatiseerd en gekoppeld aan elkaar, zodat wij dat vervolgens dan wat beter en efficiënter kunnen overbrengen aan jullie. Ik zie hier de vraag staan van Wendy Maria Aggenaar. Ik denk ook een digitaal certificaat. Nou, voor deze workshop van Jessica krijg je gewoon een papieren certificaat toegestuurd. Maar de extra corona workshops, om het maar zo te noemen bij gebrek aan beter, jullie krijgen dan een digitaal certificaat toegestuurd. En waarom is dat nou? Omdat eigenlijk Magnetic Nail Design vanaf aanstaande maandag gesloten is. We gaan nog wel even de voorraad tellen, maar de Art Studio werkt thuis en iedereen is vanaf 23 december vrij. Iedereen, behalve Wendy, ikzelf, de trainer en wat mensen achter de schermen die bezig zijn met wat vernieuwingen aan de webshop. Dus in die tussenliggende periode willen we natuurlijk wel ervoor zorgen dat jullie een certificaat krijgen. Alleen dan wordt het tijdelijk digitaal gedaan en dan als we straks weer de gewone e-workshops oppakken, dan wordt dat weer echt een papieren certificaat naar jullie verstuurd. Dat komt ook omdat we ontzettend veel verschillende lives gepland hebben staan. Laten we nog even kijken welke jullie allemaal kunnen verwachten. Dat is op maandag 21 december Mirjam Zwart inlay variaties en dat doet ze op colorpops. Syriza laat op maandag 28 december hele makkelijke easy
bloemdesign zien. Wanstroken, een beetje pasten, een beetje van alles. Maar hele leuke draagbare designs. Dan zie je een hele vrolijke foto van mij. Nou, ik weet niet waar ik last van had toen. En ik ga op 30 december 3D acrylic flowers maken voor jullie. Van begin tot eind, alle geheimen wat betreft 3D acrylbloemetjes. Linda Verkooyen, 4 januari, easy glitters en sugar effecten. Woensdag 6 januari is het dan tijd voor Deborah met Realistic Animals, gemaakt met gel polish en color gels. Maak een screenshot hiervan. En dan gaan we naar de volgende workshops die we hebben gepland. Dat is vrijdag 8 januari, Wendy met stiletto nails. Natuurlijk gaat Wendy op zichzelf werken, maar vertelt je al haar tips en tricks. Maandag 11 januari, Sylvana. Met crystals en bullions gaat zij ornamenten en versieringen maken. Michelle Taribuka, 3D gel ornamenten op woensdag 13 januari. Vrijdag 15 januari gaat Annelies de Brabander uitweert cartoon designs inspired by Disney met jullie doen. En op maandag 18 januari is het dan de tijd voor Cheryl. Zij gaat de seduction producten met jullie bespreken en vooral ook hoe kun je nou het beste verkopen in jouw salon. Verkooptechnieken is zeker een van haar spécialité de la maison. En ze gaat ook zich heel erg richten op het coachen van nagelstylisten in 2021. Want ondanks dat 2020 het jaar van de verandering was, op een iets andere manier dan dat het uiteindelijk is gebleken, weet ik zeker dat 2021 het jaar wordt waarin jij als nagelstylist jezelf professioneler kan positioneren en ook je bewuster gaat worden van tijd versus geld. En daar hoort dus ook verkooptechnieken bij. En vandaar dat die aan het eind van deze coronaperiode is gepland. Hele leuke workshop. Ik heb er ontzettend veel zin in. En Wendy ook. Die zei ook gisteren tegen mij toen ik vroeg aan Wendy. Wendy, zou jij misschien? Zij draaide zich naar me om en ze zei, ik ben er voor je. We gaan dit gewoon doen. En dat gold ook voor de trainers. Die waren hier toevallig gisteren grotendeels voor de internationale op de kerstshow die we aanstaande woensdag uitzenden. En iedereen heeft er zin in om gewoon voor jullie iets heel moois te maken en neer te zetten. Nou, het was een heel blokje vol. Ik denk dat we terug moeten gaan naar Jessica. Ja, maar wel een heel gezellig blokje vol, Pepijn. Super. Hey, we zijn toe aan het volgende design. Het stempelen, er komt nog een keer een e-workshop. Echt alleen met stempelen, want daar kan ik echt heel veel over vertellen. Maar ik wil nu toch een beetje meer naar het handpainten gaan. En ik ga beginnen met een design. En het sugaren ga ik nu behandelen. In ieder geval een heel klein deel. En een kerstdesign wederom. Ik ga hulsplaatjes schilderen met gel polish. Dus kijk maar mee. Ik heb eens die letto tip, die heb ik al gelakt. Ook weer met een nude tint. Dit is volgens mij de nude pink gel polish. En twee keer de kleur. Nou, en officieel zit hier dan nog een plaklaag op. Nou heb ik die groene kleur die ik net al eerder had gebruikt. De rainforest. Want dat vind ik echt een prachtige kleur. Een kerstkleur ook eigenlijk. Nou, en ik ga hier eigenlijk de hulsplaatjes mee schilderen. Dit doe ik met mijn detailer 3. En als je het lastig vindt, zo uit je hoofd, om hulsplaatjes te schilderen, dan kun je bijvoorbeeld op Pinterest, en dan ga je zoeken naar hoe moeten hulsplaatjes eruit zien. Dus dan zoek je hulsplaatjes op. En dan kun je het een beetje namaken. Je kunt per blaadje zeggen, ik doe hem heel even in de lamp. Want ik ben bang dat hij gaat lopen. Maar ik ga nu mijn tweede blaadje er gelijk bij schilderen. In het midden wil ik ruimte overhouden voor mijn besjes. En die besjes die wil ik zo meteen maken met de Ruby Cat Eyes. Voor een special effect. Dus ook hier het tweede blad. Ze hebben een beetje hakkelige. En dit zijn een beetje, ja, ik vind het een beetje cartoonish-achtige grote bladeren. Ze krijgen ook hele zwarte borders, outlines. Dus een beetje teken. Yes, even voor mijn info. Hè. Ja. Het huiswerk mag gewoon toch op tips worden gedaan. Of op je eigen hand. Want ja, voor de rest zijn er niet zo heel veel opties op het moment. Hè. Nee, precies. En ik denk, ja, weet je, wat zal ik het als huiswerk? En daar heb ik echt wel over nagedacht. Maar ja, hoe leuk zijn kerstdesigns om te maken? Ja, wel kunnen ze nu natuurlijk niet maken met z'n allen. Maar het is wel heel erg leuk om te maken. Dus ja, ik zou gewoon lekker op mijn eigen hand een prachtige kick-ass set die je heel graag had willen maken deze kerstperiode op een van je dames. Lekker op jezelf, lekker gaan glitteren met die app. Hartstikke leuk. En die toezenden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie eindresultaten. En wat jullie willen
jullie gaan stempelen of jullie gaan handpainten of straks gaan we een cartoon. Jullie zijn er helemaal vrij in. Gewoon lekker gezellig mooie sets maken. Dat wat we toch het allerliefste doen met z'n allen. Hè? Nou, blad nummer 3. Is ook weer zo'n hakkelig hoekje. En terug naar boven. Doe ik dit eventjes in de lamp. Even 30 seconden. En dan ga ik even kijken of mijn kleurtjes van mijn hulsblaadjes misschien nog net even iets meer kleur nodig hebben. En dan ga ik in het midden, dat had ik al verteld, 3 rode besjes maken. En dat ga ik met de cat eyes doen. Dus daar heb ik de ruby cat eye voor nodig. En natuurlijk een magneetje. En ook hier vind ik weer op zwart komen je cat eyes ook veel mooier uit. Dus ik ga eerst met Liner Gel zwart 3 zwarte stipjes maken. Die hard ik uit. En daarna ga ik datzelfde doen. Overtrekken eigenlijk met mijn Ruby Cat Eye. Nou, ik zal wel eerst gelijk die zwarte stipjes maken. Dus dat doe ik ook weer met mijn Detailer 3. Lekker groot. En dit doe ik met Liner Gel zwart. Puur omdat ik dat hier heb liggen op mijn palet. Maar je kunt het ook met Black as Black Gel Polish natuurlijk doen. Zorg ervoor dat je niet te dik werkt, niet te hoog werkt. Ook omdat je zo meteen je mooie design wil aflakken. He, er moet een top overheen. En dat hoogteverschil, dat kan soms lastig zijn. En soms ontkom je daar niet aan. Maar ja, als je zo dun mogelijk werkt, des te mooier hard je gel polish natuurlijk ook uit. En heb je ook geen hoogteverschil. En dat is natuurlijk weer lastig om weer egaal te krijgen. Dus ik doe deze even 30 seconden in de lamp. Dan pak ik mijn Ruby Cat Eye. Klein druppie op mijn palet. Ik heb net met mijn Detailer 3, heb ik net natuurlijk met de Liner Gel gewerkt. Dus die wil ik even schoon hebben. Met een bezemtop. Ik zie in de comments een aantal vragen van mensen of ze nog wat kunnen bestellen. Natuurlijk kunnen jullie nog producten bestellen, dat kan tot maandag. In de loop van maandag verwerken we de orders die jullie nog hebben geplaatst van het weekend bijvoorbeeld. En dan op een gegeven moment, als alle orders zijn verwerkt, sluiten we het systeem en dan gaan we de voorraad tellen. Waarom zeg ik dit nou? Dit is omdat er een aantal vragen over waren, maar ook omdat ik me net realiseer dat misschien niet iedereen van jullie een acryl design penseel heeft. Wil jij nou meedoen met die workshop die ik ga geven op 30 december, 3D acrylbloemetjes, dan maakt de poeder en de vloeistof die je daarvoor gebruikt eigenlijk niet uit. Dat kan witte poeder zijn, eigenlijk alles zonder glitter. Dus witte poeder, dan heb je eigenlijk al genoeg om de hele workshop mee te doen. Maar wat je wel echt moet hebben is een goed acryl design penseel. En dat is er voor mij eigenlijk maar één. Dat is het Ikebana penseel. Heb je die nou niet en wil je wel meedoen, dan heb je dus nog een aantal dagen de tijd om die te bestellen. Ik zet het ook even in de comments, maar het is echt, met dat penseel kun je alle bloemen en alle dingen maken die ik jullie ga laten zien. Dan denk je misschien, ja, waarom vertelt hij dat nou nu? Omdat ik zeker weet dat je anders straks over een week zit en denkt daarbij, of twee weken, denkt bij jezelf, ja, maar ik kan die bloemen niet maken. Daarom noem ik het even. Voor de rest van de dingen en de workshops denk ik dat jullie het merendeel van de producten wel in huis hebben. Alleen dit is heel specifiek. Ik ga weer terug naar Jessica, maar ik moest even zeggen, yes, sorry. Nee, is hartstikke belangrijk. Want ja, dan had je ze niet dan kunnen bestellen. En dan kun je dus niet meedoen, want die workshop wordt zo erg leuk. Naast alle andere workshops natuurlijk. Dus ik ben echt heel benieuwd. Maar goed, even weer terug. Wij waren met die besjes bezig. De Cat Eye, Ruby Cat Eye, heb ik al op mijn palet gelegd. En ik vul mijn Detailer 3 met de Ruby Cat Eye. En ik ga per besje ga ik werken. En omdat dit nu op zwart zit, hè, op die Liner Gel, is het effect gewoon beter te zien dan als ik alleen gelijk mijn rood op mijn Liner Gel of op mijn nude kleur zou zetten. Zo, doe ik ook even flash curen. Nou, besje nummer 2.
magneetje er tegenaan. Ik heb mijn lamp nog aanstaan. Dus ik doe er elke keer een paar tellen in. En dan ga ik door naar mijn volgende besje. En dan besje nummer 3. Ach, en dit kan ook prima, hè, met een mooie rode gel polish. Wat ik net had laten zien. Met die stempel. Met bijvoorbeeld je Mace Choice of welke andere rode kleur. Ik zie dat ik hier een beetje heb gemorst. Tja. Even eroverheen hangen, want dan zie ik niet wat mijn magneetje doet. Oké. Hoe leuk is dat? Nu wil ik een beetje schaduw gaan aanbrengen aan mijn blaadjes. En dat doe ik ook weer met Liner Gel Black. Ga ik ook weer met mijn Detailer 3. Ik hou van mijn Detailer 3. Vind ik echt geweldig om met gel dingetjes te maken. Gebruik echt heel veel de Detailer 3. En voor alle dunne lijnen pak ik dan, net zoals ik Pepijn's Choice net heb gepakt. Of Jessica's Choice of Catharina's Choice voor de extra fijne details. Maar eerst de schaduw. Ik ga schaduw aanbrengen. Mijn besjes zitten bovenop mijn blaadjes. Dus onder die besjes hoort schaduw te zitten. Heel klein beetje, dat ga ik met mijn liner gel doen. Ook dit zou je dus kunnen doen met zwarte gel polish. Alleen is dat wat dunner. En ik vind de liner gel echt perfect, want die zijn zo gepigmenteerd. Ik rol mijn penseel weer leeg, droog aan mijn brush wipe. Zodat er echt geen pigment meer in zit. En dan leg ik hem plat neer. Ik maak contact met dat druppeltje. En ik doe eigenlijk... Ja, ik noem dat altijd tap, 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 tap. Zie je dat ik hem echt heen en weer een beetje strijk? Het is echt trekken, duwen, trekken, duwen. Want ik wil het meeste pigment echt onder die besjes hebben. En dan moet ik een zachte ombre, een zachte uitloop, een fading naar de bovenkant van mijn blaadje. Nou, ik had hier al een druppeltje neergelegd, dus weer droog geveegd aan mijn brushwipe. En trekken, duwen, naar dat besje, onder dat besje. Nou, doe ik dat ook even bij de bovenste. Ik draai even mijn tippie om. Ik wil nu wat outlines aan mijn blad geven. Als je nu je lijnen van je blad ook nog niet heel erg strak vindt, dat is allemaal geen probleem. Doordat je outlines gaat toevoegen, kun je heel veel dingetjes nog fixen. Hiervoor gebruik ik Jessica's Choice. Ik laad mijn penseel. Ik rol even het extra puntje eraf. Zet mijn penseel rechtop. Want nu wil ik dunne lijnen, dus ik wil nu met echt de buitenkant van mijn penseel schilderen. En ik vind deze penselen zo geweldig. Omdat ze zo flexibel zijn en eigenlijk gewoon meegaan met de beweging. Ze volgen je hand echt perfect. Dus ik zet hem rechtop. En volg mijn blad. Ik vind ook, ik werk nu natuurlijk op de nude gel polish, dat liner gel nog fijner, vind ik, schilderen op de extreem matte top. Dan heb je net even iets meer, dat het iets stugger is. En ik maak nu ook echt bold outlines, dus echt dikke outlines. Het is er ook absoluut geen realistisch blad. Beetje cartoonish. Tjuk tjuk. Nou. Ik zie wat vragen langskomen, Jessica. Daarom, ik was even aan het tikken om een antwoord te maken. En dat gaat over hoe je nail art penselen schoonmaakt. En ik zal dat toch even ook even zo tegen jullie vertellen. Een nail art penselen, die maak je schoon op een manier die afhankelijk is van het product dat je hebt gebruikt.
Ten eerste is het belangrijk om je te realiseren dat nail art penselen gebruik je maar voor één medium. In andere woorden, je kunt werken met verf, met of met gel. En je kunt dan ook met 3D acryl werken, maar ik laat dat even buiten beschouwing. Je verfpenselen gebruik je ook alleen voor verf. Je gelpenselen gebruik je ook alleen voor gel. Je verfpenselen, die gebruik je dus voor verf op waterbasis, die maak je schoon in water. De penselen die je gebruikt met gel, maak je schoon met transparante clear gel. Bijvoorbeeld een topgel die je hebt staan. Dus je houdt het medium waarmee je hebt gewerkt, is ook het medium waarmee je het penseel schoonmaakt. Ik dacht, ik ga dat toch eventjes ertussendoor vertellen. Ik ga weer even terug naar Jess, maar dat is wel belangrijk. Ja, dat is super, super fijn dat je dat even zo goed behandelt. Want dat is ook echt heel erg belangrijk. En als je ervoor kiest om bijvoorbeeld een Detailer 3 voor gel te houden, behoud hem dan ook echt bij gel. Denk niet tussendoor van, oh, ik kan hem wel even gebruiken voor mijn aquacolors. En daarna gebruik ik hem weer voor gel. Die gel blijft er altijd even in zitten. Natuurlijk omdat je hem ook daarin schoonmaakt. En je weer terughaalt naar het puntje, naar de originele vorm van het penseel. Zorgt er ook voor dat je daarna ook niet heel makkelijk met aquacolors kunt werken. Ik heb ondertussen al mijn outlines gedaan. Ik doe hem heel even flash curen, zoals we dat noemen. Even een paar tellen in de lamp. Ik heb ook al vast met zwart een paar lijntjes in mijn blaadje gezet. Ik ga mijn penseel, mijn Jessica's Choice, even door mijn beste top halen. Want ik ga nu met wit. Ga ik de blaadjes ook nog weer extra een highlightje geven aan de binnenkant van mijn blad. Nou. Ik wil mijn besjes ook nog even een extra omlijning geven. Dat kan ik met mijn Jessica's Choice doen, maar ik kies ervoor om dat met de Katharina's Choice te doen. Nou, dit is dan zover. Als ik nu mijn Jessica's Choice even door de witte lijn het jou haal. Want ik wil nou hele dunne lijntjes en een highlightje geven aan de binnenkant van mijn blad. Ik heb die nerfjes al geschilderd. Ik denk dat doe ik even snel vluchtig. Terwijl Pepijn even aan het vertellen was hoe je penselen moet schoonmaken. En nou ga ik eigenlijk nog een keertje over mijn zwarte lijntjes. De nerven van mijn bladeren een extra highlight geven. Waardoor je ook gelijk ziet dat het design ook meer naar voren komt. Ik had hem al voorbereid met een lichtere kleur groen. Maar ik vind deze kleur groen toch echt wel gewoon passend. Pas mooi bij mijn blouseje trouwens. Ja, er was ook iemand in de comments die zei, Jessica, je hebt geen zwart aan. Nou, het ligt erg dicht tegen zwart aan hoor. Ja, inderdaad. Ja, ik heb gelukkig wel zwarte handschoenen. Ik had laatst een, het was op, dus ik moest roze. Oh, ja, daar gaat mijn image, hè? Ja, nee, maar het ligt wel heel erg dicht bij zwart. Ja, blijft nog steeds stoer, toch? Oké, even mijn besjes nog omlijnen. Dat ga ik dus zo gezegd doen met de Katharina's Choice. Zo. Let op je haar, Jess. Oh, ik moet hier echt even aan wennen, hoor. Nou, de omlijning. Je ziet dan ook dat je besjes dan ook gelijk eruit knallen, omdat er een zwarte lijn om je kleur zit. Besjes hebben natuurlijk altijd, vind ik heel erg leuk, om nog een extra highlightje te geven. En het kroontje van het besje, hè? Klein stipje. Onderkant van het besje. Ja, echt heel mooi, Jessica. Zo. Nou, doe ik deze ook even in de lamp. En dan ga ik mijn... Oh, hi allemaal. Ben ik plotseling in beeld? Oh ja. Ja, nou ja, sorry. Ik was even naar mijn telefoon aan het kijken en naar het scherm daar. Want daar staat mijn grote scherm, hè. Daarop kan ik Jessica zien. En ik hoor al in mijn oor, sorry, van Wendy, want die had even moeten aankondigen, daarom heb ik een oortje in, dat ik in beeld zou komen. Wat ben je nu aan het doen? Oh, je bent penseel aan het schoonmaken. Jessica is penseel aan het schoonmaken. Ram, snel kijken. Snel, kijk. Camera 6. Kijk, ja. Ik heb de base en top. En dat het was een schone druppel hoor, maar Pepijn die was al aan het vertellen. En ik doe eigenlijk met een deppende beweging
En al dat zwart komt dus nu uit de Catharina's Choice. Ja, dit is voor mij de tip van 2020. Ja, echt. Geweldig. Want ik maakte altijd die penselen schoon met prep en wipe. Maar dan had je ik toch ook dat die haren een beetje uitdrogen. Ja, ik ook. En uiteindelijk ook minder lang plezier houdt van je penseel. En wat ik dan doe, is dat overtollige uit mijn penseel met een draaiende beweging. En je rolt hem dan eigenlijk weer terug naar dat puntje. En zo zet ik hem weg. Bij dit kleine penseel hou ik zelfs nog het dopje op mijn penseel. Om de haartjes nog extra te beschermen. Want ik heb natuurlijk nu een andere kleur nodig. En die wil ik wel met mijn Catharina's Choice doen. Dus wit ga ik nu gebruiken voor dat highlightje op dat besje. Kijk maar mee. Dus een heel klein petit peu, klein beetje. En ik doe heel even de bril op. Anders zie ik het niet. Kuif aan de kant. Tjoek. En volg die ronding van je besje. Van het rondje wat je al hebt gezet. Is dat goed te zien? Ja, hè? Ja. Nou. Hoe leuk is dat? Nou heb je eigenlijk heel leuk een design in de cuticle van je nagel. Maar we hebben nog heel veel ruimte over, heel veel canvas. Laten we die nu even op gaan leuken door een rode glitter French te maken. Want dat is superleuk. Dus we gaan sugaren. Ik ga nu eerst een French lakken en dat doe ik met Maze Choice. Random, het hoeft niet speciaal Maze Choice te zijn. Je kunt hem ook alleen maar dragen als Maze Choice. Of, dat is ook echt super tof natuurlijk. Maar ja, ik denk zo'n sugar design, dat is natuurlijk, maakt dit wel even af. Dus even zo op het oog. Hoepla. Oh, er zat een klein haartje in. Zo. Heel even. En ik wil hem zo meteen toch nog een zwarte border er langs zetten. Als mijn sugar al is gedaan. Zo'n mooie diepe French. Deze doe ik dan in de lamp. En dit is eigenlijk alleen maar een soort een schetsje. Hè, dat jij weet, oké, hier moet ik gaan sugaren. Want je ziet straks helemaal niks meer van deze onderkleur. Zo. Heel enthousiast gooi ik mijn penseel, mijn tip, zomaar naar Pepijn toe. Alsjeblieft. Oké, gelukkig is Gillian er niet, want dan was dit een blooper geweest. Volgens mij is hij nog goed, toch? Ja. Moet het heel even. Er zitten een paar pleisjes op. Dus ik doe het heel eventjes, heel snel, even opnieuw. Ja, nou, dan gaan we eventjes. Weet je, ik heb nog een leuke commercial klaarstaan. Dat is natuurlijk omdat het Jessica is. Oh. En wat is meer Jessica dan Airnails? Laten we even gaan swingen met elkaar. Laten we even swingen met Airnails. Leuk, hè? Prachtige commercial, gemaakt door Cheyenne, samen met haar moeder Anjo, die ook zit mee te kijken. En die toen net in de comments vertelde dat zij een Ikebana-penseel heeft en mee gaat doen. Dat weet ik, want ik ken Anjo al, nou in mijn gevoel al bijna mijn hele leven, maar het is pas 10 jaar, 11 jaar. Want Anjo heeft bij mij destijds ook de designopleiding gedaan, waar we heel veel 3D maakten en handpainting deden. En zo heb ik ook Jessica leren kennen destijds. Ik praat nu daarover om Jessica de tijd te geven om de tip uit de lamp te pakken. En nu gaan we weer terug naar Jess.
Bedankt, Pepijn. Ik wil dit even aflakken. Hij is nu gel polish. Maar ik wil mijn uiteindelijke resultaat mat hebben. En dat ga ik dus doen met de extreem matte top. Nu zit ik weer met dat hoogteverschil. Hè? Ik vertelde het al eerder over. Hoe los je dat nou op? Onze rubberbase is daar geweldig voor. Heb je die niet in huis en bijvoorbeeld de fiber coat is ook geweldig, want die levelt ook heel erg mooi. En dan kun je eigenlijk een heel dun laagje plaatsen. En eigenlijk in dat natte dunne laagje heel mooi gaan egaliseren. Want je zult namelijk wel hebben dat als je hem een beetje kantelt, dat die besjes misschien net even iets hoger liggen. Ook dat is op zich geen probleem. Want die besjes kun je daarna eigenlijk ook wel weer heel erg leuk opleuken. Door, als je hem dus mat hebt afgelakt uiteindelijk, die besjes met de UV topgel uit de pot bijvoorbeeld, nog extra hoogte te geven. Dan heb je je probleem eigenlijk alweer opgelost. Nou, ik laat jullie nu eerst even zien hoe je dat dan doet. Dus dun strijklaagje. En dan pak ik een druppel aan mijn fles. Het is wat met die druppeltjes. Druppel aan mijn fles. Mijn rubberbeest bijna op, zie ik. Even iets langer wachten. Komt er vast nog wel wat bij. Ja. Want je hebt echt wel die druppel nodig om van links naar rechts je besjes mooi een eenheid te laten worden met de top. Ik ga zo meteen hierna de cat eye art doen. En daar heb je dit ook echt wel voor nodig. Want dan zit je echt wel met hoogteverschillen. Nou, even checken. Gebruik het licht ook echt van je lamp. Daarin kun je ook heel goed zien of je nog deukjes hebt in je nagel. En als je nog een deukje zou hebben, zou je daar ook nog heel mooi met een lang penseel, zou ik ook weer de Pepijn's Choice voor gebruiken, om echt heel mooi te egaliseren. Nou, doe deze ook. Dit is een demonagel. Dus ook even 30 seconden in de lamp. En daarna lak ik hem af met de extreem matte top. Die schud ik goed voor gebruik. En dan gaan we zo meteen sugaren. Superleuk. Ja, Elvisa zegt, oh wat is het super, echt, wauw, wat is het prachtig, Jessica. Oh, dank je. Lisette merkt op je, oh, je zou ook even de nagel op zijn kop kunnen houden. Zeker. Hè, om te egaliseren, zeker weten. Heel goed, ja. En er zijn ook wat mensen die willen volgend jaar bij jou airnails gaan doen. En die zijn nu al een beetje aan het plannen. En die zeggen, als de lockdown voorbij is, gaan we samen een datum prikken. Laat even weten dan wanneer je hier komt, want dan kom ik ook even hallo zeggen. Wat ik leuk als er een aantal van jullie natuurlijk bij ons in Soesterberg zijn tijdens een les. En ik ben niet altijd zelf in de leslokalen aanwezig. Maar als je het even laat weten, dan kom ik even gezellig hallo zeggen. Ik kan daar heel erg, vind dat heel erg leuk. Ik ga denk ik weer even terug naar Jess. Ik weet niet, wat heb je gedaan? Ik heb hem nou even de extreem matte top even snel gedaan. En, want daarna wil ik heel snel gaan sugaren. Het sugaren doe ik en ik heb een potje. Maar hij zit normaal in een pompflesje, zoals alle andere mermaid sprays en glittersprays die we hebben. En hij heet de Flaming Red. Dat is een hele mooie rood kleur met een kleine oranje tint erin. Supermooie kleur. Maar ik had de spray hier niet. Dus zo is het ook goed op te lossen. Dus ik ga even al scheppend mijn sugar effect geven. En het sugar doe ik in een topgel zonder plaklaag. Dus daar kies ik voor de Supreme Finish. Nou, zo ziet hij er mat uit. Vind ik hem al heel erg tof. Dan pak ik de Supreme. En ik pak mijn glitterputje er even bij. En ik pak even een leuke cuticle pusher shizzle ding. Nou ga ik mijn French, die ga ik nog een keertje extra lakken. En daaroverheen ga ik dus die sugarlaag brengen. En nu is die schets dus
erg handig voor je dat je weet tot waar je French moet lopen. Ja, en hiernaast zou ik dan weer een full covers glitter nagel dragen. Of misschien zo'n pleat design die ik net eerder had laten zien. Zo'n schotse kuit. Ja, dat is toch ook superleuk, want dezelfde kleuren zitten erin. Even wachten, want hij kan altijd een beetje erin gaan zakken. Dat je wel full cover echt groffere glitter. Afkloppen. Nou, doe ik hem nu even in de lamp. Special effect. Ik hou ervan. Nou. Blijft dat gesugerd dan ook lang mooi? Ik ga diezelfde vraag natuurlijk stellen over een paar weken aan Linda. Maar ik heb zelf nog nooit gesugerde nagels gedragen. Yes, hoe is dat na een paar weken? Ja, dat blijft eigenlijk hartstikke mooi. Ik heb wel, dat is mijn ervaring, ik vind hem mooie dus in een topgel zonder plaklaag. Dus ik doe hem eigenlijk nooit in de kleur zelf en hem dan gewoon gesugerd dragen. Want dan heb je toch dat, ja, er zit toch altijd iets van een plaklaag aan die kleur. Dus ik doe hem eigenlijk altijd in de Supreme Finish of zelfs in de extreem matte top. Ook super gaaf effect, want dan heb je half mat en dan de top bijvoorbeeld glitterig. Is ook super gaaf. Dus je mooie ombre fading, maar dan van glitter. Superleuk. Dat houdt wel heel erg mooi. Het is nu natuurlijk altijd wel iets groffer. Je gebruikt je nagels natuurlijk en je wast af misschien wel. Hè? Dus het zal altijd iets minder grof gaan worden. Maar het sugar effect blijft echt wel 4 weken zitten. Ja. Nou, overtollig ga ik nu natuurlijk even verwijderen met mijn fluffy brush. Mijn newfound friend, Pepijn. Echt. Ja, iedereen is er heel enthousiast over. Ja. En nu pak ik een heel klein beetje Cerise Sweeties. Een zwarte, de Black Licorice. En dan ga ik eigenlijk een boorde maken langs mijn rode French. En dan is mijn design eigenlijk wel klaar. Ik werk uit het potje. Je zou dit ook kunnen mixen met zwarte liner gel. Omdat Cerise Sweeties is echt... super mooi, maar ze zijn wel wat vloeibaarder. Dus als je het lastig vindt om lijnen te maken, dan zou ik zeker die mix gaan maken van zwarte liner gel dan in dit geval en de Cerise Sweeties Black. Oeh, je bent uit beeld. Oh, ben ik uit beeld. Daar was ik. Misschien moeten we hier gewoon een zoomer neerzetten. Ja. Dat? En die hebben we dan bij jou bijna nooit nodig, maar ik ken een aantal mensen die echt heel vaak uit beeld gaan. Nou, kijk toch eens. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik had er natuurlijk al eentje voorbereid, hè? Dat had ik al verteld. Het is wel een andere kleur groen, maar toch. En daar heb ik de besjes heb ik daar opgehoogd. Kijk, en dan heb je... Oh. Dat. Oh. Dus dan is die mat en de besjes zijn weer glanzend. Nou, hoe leuk is dat? Je zou ook zo appeltjes kunnen maken. Ja? Ja, leuk. Hartstikke leuk. Dus nou, ook wederom een techniek die je ook vast wel op een andere manier in je salon kunt toepassen. Ik zal jullie deze dan nog even laten zien. Nou, ik vind ze beide eigenlijk ook wel wat hebben, ja. 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 Nou ja, goed. Probeer het. Hartstikke leuk. Oké, dan hebben we nu het volgende design, de Cat Eyes. Pepijn, misschien heb jij nog even iets te zeggen of kan ik gewoon lekker door met het volgende design? Nee, ik heb niks te zeggen. Oké. Ik ben gewoon helemaal inspiratieloos, of tenminste zo geïnspireerd dat ik het gewoon niet meer weet. Nee, natuurlijk heb ik wat te zeggen, ik heb altijd wat te zeggen. Dat is het mooie van hier achter de desk staan, als ik hier wat ga zeggen... dan heb ik het ook voor het zeggen. Want ik wil even vertellen aan jullie wat we gaan doen met de e-workshops in de komende periode. Natuurlijk heb ik het al een paar keer genoemd, maar ik ga het gewoon nog een keertje noemen. Want op het moment dat wij hoorden dat er een lockdown zou komen, waren toevallig Jaap en May ook op kantoor. We waren samen, ook was Anouk daar. En het allereerste wat we tegen elkaar zeiden, we moeten weer die mooie en leuke e-workshops gaan doen. Ook al gaat de zaak dicht en... zijn we straks 1,5 week gesloten, want het is kerst en nieuwjaar. Heb jij natuurlijk tijd, en eigenlijk heb ik dus ook tijd, en de trainers hebben ook tijd, om een aantal geweldige e-workshops te gaan doen. Nou, laten we even naar het overzicht gaan kijken. Nog één keertje, ik fiets er snel doorheen. Dat is
iets anders. Oh, nou, gaan we eerst eventjes dit doen, voordat we de e-workshops gaan doen. Het huiswerk. Er werd net al gevraagd, wat is eigenlijk ook alweer het huiswerk? Het huiswerk voor deze workshop van Jessica is, maak een leuke kerstset. En je mag dat doen met stempelen, je mag het doen met handpainting, met de cat eyes. Eigenlijk mag je helemaal losgaan en natuurlijk mag dat op tips of natuurlijk op je eigen hand bijvoorbeeld. Wat moet je nou doen? Wat zijn de regels? Want die zijn veranderd. Kijk mee. Je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk in te sturen. En stuur je huiswerk in via de link die in het album van de betreffende e-workshop staat. Dus dat is tegenwoordig geautomatiseerd. Uiteraard zien we ook graag jouw foto's in de Niltalk Live groep. Na deze live plaatst Wendy eventjes een duidelijk overzicht voor jou, zodat jij kunt zien hoe dit nou precies werkt. Bovenaan de groep heb je verschillende blokjes. Als je die doorschuift, kom je bij albums. Als je op albums klikt, dan zie je daar de lijst van de verschillende e-workshops. Nou, nu staat Jessica bovenaan met Christmas Designs. Open die en dan ga je naar de opmerkingen. En in de opmerkingen vind je de link naar het certificaatportal. Laat het zo noemen, dat klinkt chic. Certificaatportal. Certificaportal. De certificaatportal. Nou, dat moet ik onthouden. En daarin zet je je naam, je gegevens en dan gaat dat vervolgens, wordt het geautomatiseerd om te voorkomen dat er dingen misgaan. En ook om het bij ons op de afdeling iets beter verwerkbaar te maken. Nou, zo gaan we dat aanpakken en ik denk dat we nu ook, ik hoor mijn oortje, ja het oortje hier, het oortje, ja ik hoor alles in het oortje. Onder andere een gezoom, maar goed, daar even terzijde. Het overzicht van de verschillende workshops die wij hebben gepland voor jullie in de komende weken. Dat is aanstaande maandag Mirjam Zwart in Leop Colourpops. Een week later, op 28 december, Shiriza met Easy Floral Nail Art. Nou, dan ben ik op woensdag 30 december met 3D Acrylic Flowers. En ik heb het al gezegd, zorg dat je het Ikebana penseel in huis hebt. Maandag 4 januari, Linda, en die gaat Easy Glitters and Sugars doen. En op woensdag 6 januari is het dan de beurt aan Deborah van Zwol met Realistic Animals Made with Gel. Maak een screenshot en ik ga naar de volgende. Dan op vrijdag 8 januari, Wendy Kuhn, ze zit nu achter de knoppen, maar dan voor de tafel, met stiletto nails op haarzelf. Maandag 11 januari, Sylvana met crystals en bullions en ook wat tips hoe je dat nou op korte nagels moet toepassen. Op woensdag Michelle Taribuka met 3D gel ornaments. Op vrijdag 15 januari, Annelies met cartoons, inspired by Disney en ondersteund met Jessica. En dan op maandag 18 januari, Cheryl met seduction. Een heerlijke manicureproducten en ook verkooptechnieken. Want heel veel mensen vinden het best eng om aan hun klant te verkopen. Maar je hoort waarschijnlijk al daarin, verkopen aan je klant is eigenlijk een hele natuurlijke situatie. Maar goed, je moet dat wel op de juiste manier aanpakken. En hoe je dat doet, gaat Cheryl je vertellen. En zij gaat ook in het komend jaar heel veel salon tips en tricks vertellen in Nail Talk Live. Maar ook in verschillende lives die we gaan doen. Maar daarover later veel en veel meer. Ik moet even wat drinken, dus wij gaan naar Jessica. Nou, bottoms up, Pepijn. Dat was weer een aardige mondje vol. Hey, volgende design. Nail art met de cat eyes. Hartstikke leuk. We hebben prachtige nieuwe glitter cat eyes. Daar wil ik zo meteen eerst een ondergrondje mee doen. En daarop gaan we, hele leuke, in dit geval een kerstbal ga ik daarop maken. Maar ook alles weer gedaan met de cat eyes. Kijk maar mee. Ik heb de ondergrond, dat is 1 laagje, Black is Black Gel Polish. En daar overheen doe ik een laagje Star Sapphire. Dat is de blauwe glitter cat eye gel polish. Ik vind deze echt prachtig. En het is echt meer om de achtergrond een beetje extra shizzle te geven. Want die glittertjes die zijn ook super mooi. Natuurlijk kun je hier ook hele leuke vormpjes in maken. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon een beetje weg. Want dan heb je toch wel een beetje zo'n starry achtergrondje. Hè? Ik wil misschien een heel klein beetje bovenin. Zo, een heel klein beetje zo. En dan misschien hier nog een beetje. En daar een beetje. Gewoon een beetje op te leuken. Zo. Die is echt prachtig, hè? Ja. Die is zo mooi kobaltblauw. Dat zou je echt in eerste instantie niet denken, hè? Nee, absoluut niet.
Ik heb laatst ook een prachtige een ombre gemaakt, hè, van alle glitter gel polishes. De cat eye. Dat was ook echt superleuk. Want je kunt ook heel mooi die kleuren tegen elkaar aanleggen. En dan met je ombrepenseel erdoorheen. En dan met je magneten er tegenaan. Of erboven hangen. Dat is ook super gaaf. Mooie, hè, mooie achtergrond. Een space design of zo kun je daarmee maken. Superleuk. Maar nu gebruik ik hem echt gewoon als een sterrenachtergrond. En dan ga ik beginnen met een kerstbal. En die zijn rond. Dus ik ga eerst gewoon met de Ruby Cat Eye gewoon alleen een cirkel ga ik schilderen. Dat doe ik met de Detailer 3. En ik ga gewoon gelijk op mijn blauwe achtergrond, prachtige glitterachtergrond, werken. Zo. Dan gaan we eerst een rondje schilderen. En ik werk nu op een stiletto tip. Ik heb straks voorbeelden voor jullie en die zijn gewoon gemaakt op een normale tip. Dus ik werk nu ook wel iets groter, want ik heb natuurlijk nu meer ruimte. Doe je verder niks mee. Dit is gewoon puur, zodat ik weet, hier komt mijn kerstbal en hier ga ik strakjes extra details aan toevoegen. En ik kan hem wel eventjes een beetje weghalen zo, pigment. Maar dat ik in ieder geval weet, ja, daar zit mijn rondje. Dus die doe ik even 30 seconden in de lamp. En dan ga ik eigenlijk mijn kerstbal mooie banen geven. Dus ken je die ballen die een beetje zo al die groeven in zich hebben? Ken je dat? Nou, dat effect wil ik nu gaan geven. En dat zijn eigenlijk, want het is een rondje, maar elke keer ga ik een extra baan toevoegen. En daar ga ik mijn magneet op zetten. En dan de volgende en zo door. Maar het midden van de bal, daar begin ik mee. En dat is eigenlijk een soort ovaal. En vanuit die ovaal ga ik door naar de rechterkant en naar de linkerkant. Zodat het samen een kerstbal wordt. Hebben jullie nou ook dat je nu zit te denken zo van, huh? Dat hoor ik wat vaker. Gaan we doen? Want bij mij is het nu een beetje hol in mijn hoofd. Zo van, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Kom op. Oké, het begin. Nou, kom maar. Komt u maar mee. Oké, het begin. Ik begin met Jessica's Choice. Die ovaal, hè, waar ik het over had. In het midden van mijn bal. Dus ik trek hem een beetje gebogen. Die kant op en gebogen. Die kant op. En ik vul hem. Helemaal. Nu ga ik met mijn magneten op. Ik zet hem er even goed in het midden op. Kijk, en dan krijg je een special effectje. En zo ga ik mijn bal dus opbouwen. Ik ga elke keer tussendoor even flash curen, zodat dit elementje dus weet waar die moet zitten. En dan ga ik door naar de volgende. Mag ik even een hele domme vraag stellen? Ja, eentje. Waarom steekt je magneetje uit je houdertje? Is dat omdat het leuk is? Is dat een reden? Ja, nou, ik vind het zelf iets fijner. Dan zie ik ook precies waar mijn magneet zit. Dan anders zit dat houdertje ervoor. Oh, ja, slim. Ik weet niet of dat nou echt veel beter. Voor mijn gevoel heb ik dan meer controle. Ik begin bij het midden van mijn elementje, omdat ik hem daar het breedst wil. En dan trek ik hem naar een puntje. Naar boven en naar onder. Nu ga ik met mijn ronde kant van mijn magneet, omdat dit mooie rondje dan ook makkelijker. Kijk, zie je dat? Oh. En zo bouw ik hem op. Ik zet mijn lamp ook gewoon op 2,5 minuut. Kan ik makkelijk doorwerken. Ik zal eerst deze kant afmaken. Dus ook weer de druppel aan het midden. Trek hem met je puntje omhoog. Je andere puntje. Straks gaan we ook nog weer extra details toevoegen met liner gel. Nou, het is toch geweldig? Cool, hè? Al zeg ik het zelf. Nou, Samantha zegt, ik zat meteen naar mijn kerstboom te kijken. Toevallig heb ik van die ballen, dus ik begreep haar helemaal. Nou, jij wel. Oh, ja. Een aantal anderen, net als ik, helemaal op blanco. Maar nu verder. Wel. Nu wel, toch? Ja, nu wel. Jullie zien wat ik bedoel. Okay. Ik zie ook al, want je zou ook voor het hele leuke pudding zo kunnen maken. Pudding? Een pudding. Een pudding. Jij denkt ook altijd aan eten, Pepijn. Hè? Je denkt ook altijd aan eten. Ja, dat is wel waar, ja. Ik hou van eten, maar ik hou ook van pudding, hoor. En ook van kerstballen. Ja, ik ook. Ja. En de andere kant. Tjoek.
met het puntje die kant op. Een magneetje er tegenaan. Nou, hoe leuk is dat? Ietsje groter. Zo. Nou, ik ga je toch vragen, hoe kom je hier nou op? Ja, weet ik ook niet. Hoe bedenk je het? Hoe bedenk ik het? Ja, weet ik eigenlijk niet, Pepijn. Ik kijk toch wel heel vaak anders naar dingen, hè? Dat weet jij ook. Mm-hmm. En dan zie ik ergens een shimmering in. En dan denk ik opeens, oh, dat kan ik maken met onze cat eyes. Nou, ik vind het... En dit is eigenlijk een beetje begonnen. Ik vertelde net, hè, over die ombre van die glitter. Ja, Jess, je bent uit beeld. Dus ik word heel mooi hier in beeld van. Ik vind het heel leuk. Kijk, hier ben ik. Oh, wat leuk. Maar we willen zien wat jij aan het doen bent. Terwijl jij aan het vertellen bent. Dus we gaan nu terug naar Jess. Nou, die glitter gel polish, die ombre, daar is dat eigenlijk een beetje mee begonnen. Toen ben ik met die achtergronden gaan spelen. Hè? Ja, ja. En toen, ook met die top gel, ben ik toch ook die panten gaan maken. Ja, 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 ja. Nou, daar is dat een beetje mee begonnen. Want die top gel, die heb ik al een beetje met liner gels natuurlijk. Hè? Nog weer extra dimensie gegeven. Dan zag je daar ook echt een gezellige panter in. Toen dacht ik, ja, maar met liner gel kan ik natuurlijk ook nog meer diepte geven aan mijn designs. Dus ik ga nu eigenlijk alle elementen ga ik maken met de cat eyes. En dan ga ik mijn liner gel gebruiken om extra dimensie te geven, extra diepte en outlines te geven aan mijn design. Dus ja, want anders is het natuurlijk heel erg saai. Ja, saai zo, hè? Weet je wel. Ja, ik doe mijn best. Er zijn wel een aantal mensen die begrijpen wat ik bedoel met de pudding. Het Mona-toetje inderdaad, die heeft ook van die ribbeltjes aan de zijkanten, hè? Dan heb je een griesmeelpudding. Of je hebt natuurlijk lekker een drillpudding. Nou ja, dan gaat het misschien iets meer over mijzelf. Maar in ieder geval, we gaan even terug naar dat prachtige ornament van jou. Ja. Nou, de bal is klaar. Nou moet die bal, die heeft natuurlijk ook altijd een bovenkantje. Daar gebruik ik de topgel voor. De topgel, die zilveren topgel. En dan ga ik eigenlijk een soort rechthoekje maken aan de bovenkant. Zo is die eigenlijk al heel erg leuk. Maar ja, als ik er nog net even... Maar zo is je natuurlijk weer veel leuker. Zo wordt je nog leuker. Kijk, oeh, daar net is hij. Even de bovenkant pakken. Hij zei even doei en kwam weer terug. Leuk. Ja, leuk. Irina, die is een beetje ongeduldig. Die vraagt, wat kunnen we eigenlijk willen voor het insturen van huiswerk? Nou, dat hadden we ook nog niet verteld. Yes, wat kunnen ze winnen als ze het huiswerk insturen? Heb jij al een idee of zal ik het voor je invullen? Ja, vul jij het maar in, Pepijn, want daar hebben we het inderdaad over gehad. En toen kwam er iets tussendoor. En toen hebben we het eigenlijk niet meer over gehad. Ja, want het is een beetje van alles wat, hè, workshop. Dus nou, heb jij een leuk idee, Pepijn? In ieder geval een fluffy. Oh, ja, sowieso. Ja, de cat eye top gel. Ja. En verder... Een setje van de detailers. En dan doe ik er nog een verrassing bij. Ja, dus het wordt half verrassing. De fluffy, het setje detailers, de cat eye top gel en een leuke verrassing. Dus, ik schrijf het ook even op voor mezelf, dan vergeet ik het niet. Oké. Okay. Nou, die is in de lamp geweest. Nu ga ik met Jessica's Choice, want mijn bal heeft altijd ook een heel mooi, leuk, klein... rondje aan de bovenkant. Zo. Pak ik ook weer het ronde kantje van mijn magneet. Ga even boven hangen, dan ziet hij wat ik doe. Daar is die. Ja. Nu ga ik naar de emerald. Prachtige kleur. Ook weer de cat eye. En dan ga ik ook weer hulsplaatjes maken onder mijn bal. En ook weer een paar besjes erbij. En leuk die achtergrond een beetje opleuken. Zo. Emerald had ik ook al opgepakt. En ik begin. Hier komen ongeveer mijn besjes. En ik wil ook weer drie blaadjes. Drie hulsplaatjes. Dus vanuit hier. Tjoek. En ook weer die hoekjes, hè. Eentje misschien net voor die bal. En maar het is echt heel leuk dit. Andere kant. Echt heel mooi, Jess. Dank je, Pepijn. En dan is het nog zonder outlines, vind ik het ook eigenlijk al echt wel iets hebben. Ja, hè? Ja. Ja, vind ik ook.
Even kijken hoe ik hem wil hebben hoor. Ik kan hem wel ietsje oplichten. Daar. Ja. Even flesje. Volgende blad. Ik heb ondertussen mijn magneet liggen daar waar ik mijn arm ook heb met al mijn metalen armbanden. Dus ik hoor constant klik. Oh, zit mijn magneet weer vast. Deze even iets naar beneden om die punt ook nog weer extra te benadrukken. Van die mooie stiletto shape. Tjoek tjoek. Grillig blaadje die er afvalt. Wendy en Jessica, wij moeten eraan denken dat we even een foto maken van de eindresultaten van vandaag. En die ook in de groep zetten in het album, zodat mensen dat kunnen nakijken. Dat vraagt Fabienne zojuist. Oh ja, goed plan. Goede vraag van je, Fabienne. Ja, we moeten er allemaal nog een beetje in komen. En Marielle vraagt, hoeveel nagels moeten we eigenlijk voor het huiswerk maken? Of heb ik die info gemist? Ik heb het net in de comments ook al gezegd, maak een set van 5 nagels. Dus het is op Colourpops of op Tips, maar een set van 5 nagels en dan dus kerst. Maar je mag zelf bedenken welke technieken je daarbij gebruikt. Ja, gewoon een leuke set. Ik draai ondertussen heel even, dan kan ik het beter op beeld krijgen voor jullie. Want ik wil dat andere blad hier hebben. Dus die laat ik er ook afvallen. Hop. Die kant, ook weer iets voor die bal. Leuk. Hop. Ik vind die emerald ook echt zo ontzettend mooi, hè? Syriza zegt, tussen het luisteren door even kijken en wow, wat mooi. Oh. Wat cool, sorry. En Wendy Maria zegt, jemig, wat is het mooi weer. Ja, dat is inderdaad, het is echt ongelooflijk. Ja? Oh, nou, heel blij dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf ook echt gewoon superleuk om te doen. Zo. Nou, daar hebben we natuurlijk weer ruimte over gehouden voor onze besjes. En ik had al verteld dat de ruby het mooiste uitkwam op een zwarte ondergrond. Hetzelfde geldt als je je cat eye lakt en je wilt dan een heel leuk swirl of zo maken. Komt dat het allermooiste uit als je hem altijd eerst op een één laagje Black is Black gel polish doet. Dus datzelfde geldt ook voor mijn besjes. Ik ga nu eerst een beetje zwart vorm van mijn besjes geven, eigenlijk net als het vorige design. En daarop weer met die cat eye ruby. Zo. En ik doe het nu met mijn Jessica's Choice. Maar dat is om het even hoor, of je het met de Detail 3 doet. Wat jij makkelijker vindt, wat jij fijn vindt werken. Lisette O. zegt, oh Jessica, zo tof. Na afgelopen weekend zit ik vol inspiratie. Ik denk dat zij van het weekend les van jou heeft gehad. Ja, Lisette. En Vanessa zegt, ik moet helaas de keuken in. Straks maar in alle rust terugkijken. Bedankt voor deze en de volgende. Oh, heel graag gedaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je in die keuken gaat maken. Ja, dat is weer waar eten te vinden is, hè, Pepijn? Ja. Je kent me toch goed? Ja, ik ken je heel goed. Ja, dat heb ik ook hoor. Ik ben wel heel benieuwd wat je nu gaat koken dan. En dat is het mooie, hè, dat je het gewoon lekker allemaal in alle rust, wanneer het jou uitkomt, al die e-lives terug kunt kijken. Ja, want we laten ze gewoon staan. Ja. Zwarte besjes. Dit is zo klein en fijn, 30 seconden. En daarna ga ik met mijn cat eye ruby erop. En ja, misschien nog een heel klein takje achter die bal om een beetje op te leuken. Nou, dan hebben we eigenlijk alle cat eyes nu wel gedaan. Dan is het tijd om af te lakken. En dan ga ik schaduw toevoegen. Kun je ook nu al doen als je dat zou willen. En daarna dus de outlines. En dan heb je eigenlijk je cat eye nail art gemaakt. Dus dat druppie. Nummer 1. Hou je magneetje erop. Tjoek. Doe hem heel even. Op een lange stand. Kan ik namelijk iets sneller doorwerken. Nummertje 2. Een magneetje, de ronde kant. Hop. En nummer 3. Zo. En het magneetje. Ik wil ook echt dat highlightje echt bovenin. Mijn leuke besje.
Nou, hoe gezellig. Nou, alleen nog eventjes een heel klein groen, gezellig iets achter mijn bal uit laten steken. Ik mis hier nog wat. Oh, Wendy Maria vraagt, wat zou je nou vragen voor een nailarts als deze? Dat is een goede vraag van je, Wendy. Ja, wat zou je daar nou voor vragen? Ik zou echt gaan kijken hoe lang jij zelf hiermee bezig bent. Kijk, ik ben daar nog wel heel erg snel in. Maar misschien als je iets niet heel snel en vaak doet, ben je er natuurlijk minder snel in dan ik ben. Zoiets moet je ook zeker trainen. En dan moet je kijken hoeveel jouw uurprijs is, half uur, hè, wat je daar dan voor kiest, wat je daar dan voor vraagt. Dus ik denk wel dat het bij iedereen verschillend is. Denk je niet, Pepijn? Ja, kijk, het is natuurlijk zo, volgens mij, Wendy, jij vroeg dat natuurlijk, jij doet hoofdzakelijk natural nail treatments, geloof ik. Ik denk dat je daar, je moet gewoon kijken, wat is je uurtarief? En dan reken je terug. Ja. Laten we zeggen dat je met zoiets als dit een kwartiertje bezig bent. Nou, dan is dat dus, stel je voor je vraagt 40 euro voor een uur, een natural nail treatment, dan is 15 minuten dus een tientje. Je moet nail art nooit te goedkoop maken, want uiteindelijk is nail art wel iets waarmee jij je kunt onderscheiden, maar ook jouw klanten onderscheiden zich daarmee. En dat vergeten we nog wel eens. Vroeger dacht ik altijd heel erg van, oh, ik ben zo blij dat mijn klanten dat dragen, want daarmee laten ze zien wat ze van mij kunnen krijgen. Maar eigenlijk moeten die klanten natuurlijk ook wel heel blij zijn dat ze dat mogen dragen. En ze zijn blij als ze er iets voor betalen. Ik ga eventjes kijken naar mijn comments. En Irene zegt, Pepijn, het is heel goed interesse te hebben in eten en drinken. Kun je heel creatief mee zijn. In Limburg heb je veel Bourgondiërs. Ik moet even een leuke anekdote vertellen. Nou, May en ik, die zijn altijd met elkaar in gesprek. En als wij van kantoor, dat is boven, naar buiten lopen, in de tijd dat May nog rookte, en ik natuurlijk ook rook, dan liepen wij vaak naar beneden en dan zat onderaan die trap zat de boekhouding. Nou, en op een gegeven moment, wij lopen dan heen en weer en heen en weer. Nou, op een gegeven moment komt diegene die op de boekhouding aan het werken was, die komt op een gegeven moment naar ons toe en die zegt, Pepijn, mee, jullie praten echt alleen maar over eten en nagels. Eten en nagels. Dus dat was heel grappig, omdat, want dat waren we ons helemaal niet bewust, maar dan ging het over waar gaan we vanavond eten, wat hebben we gisteren gegeten, waar zullen we morgen gaan eten, wat heeft Jaap van het weekend gekookt, wat heb ik gekookt, wat gaan we koken en hoe hebben we dat gedaan. Nou, echt heerlijk. Ik ben gek op eten. Maar goed, daar gaat het niet over, het gaat over nagels vandaag. Lisette heeft een vraag, Jessica. Heb jij een goede tip waarmee je de ketting goed op de foto kunt krijgen? Ja, dat is lastig hè, Lisette. Ik vind het allermooiste toch bewegend beeld. Ja. Dus gewoon een video. Daar kun je het echt het allermooiste mee op de foto zetten. Ik heb, wat ik net vertelde, die ombre hè, met die glitter cat eyes, die kreeg ik niet op de foto. Dus ik heb toen besloten om op mijn Facebookpagina, heb ik een video, een kleine video, waar ik een tip beweeg, hè, of een hand, of hè, een set nagels die je dan hebt gemaakt. Want door het bewegende beeld, dan zie je dus heel mooi dat die flow erin zit. Anders is het bijna niet. En ja, op de juiste moment hè, hoe je je lamp houdt, is echt heel lastig. Ja, ben ik helemaal met je eens. Oké, ik heb al mijn elementjes heb ik nu ook uitgehard. Dus nu is het eigenlijk klaar en ik het aflakken geblazen. Ik doe dit dus ook weer met die rubberbees. Want we zitten nu wel echt met hoogteverschillen in die nagel. En de rubberbees zorgt ervoor dat hij dan helemaal mooi glad is. En dan ga ik mijn outlines toevoegen. Dat heb ik natuurlijk al voorbereid. En ik heb hem daarna met een extreem matte top. Want ik vertelde al eventjes dat ik persoonlijk line gel het fijnste vind werken op een extreem matte top. Voor dunne lijntjes. Heb ik dus afgelakt. En dan ziet het zo uit. En nou ga ik dus eerst beginnen met de schaduw. En dat doe ik ook weer met liner gel. Dat doe ik met Detailer 3. Dus kijk maar mee. Ik ga schaduw aanbrengen aan de onderkant van mijn kerstbal. Dus hier. En ik leg eigenlijk overal al het meeste pigment neer waar ik mijn schaduw wil hebben. Dan rol ik hem weer leeg. Mijn penseel. En ik leg mijn penseel neer. En weer dat trekken, drukken, trekken, drukken. En ik volg ook echt de kant van mijn bal. Dus deze trek ik dan ook echt wel mooi in die gewelfde
vorm naar boven. Maar ik wil het meeste pigment echt aan de onderkant van mijn bouw hebben. Dan krijg je ook gelijk die diepte in je design. En je hebt hier natuurlijk nu ook extra lagen tussen, hè? En die lagen zorgen er ook voor dat straks je eindresultaat ook nog weer extra dimensie geven. Je hebt die rubberbase, heb je twee laagjes van tussen en dat laagje extreem matte top. En dan ga je echt nog meer diepte creëren daardoor in je design. Dat is echt een super gaaf effect. Nou, ook binnenkant van mijn hulsplaatjes wil ik wat donkerder. Dus ook daar druppeltjes liner gel, rol hem leeg, droog penseel, leg hem plat neer. En weer trekken, drukken, trekken, drukken. Dus ik druk hem echt, het meeste pigment, tegen die pesjes aan. En al deppend verdeel ik mijn liner gel. Maar ik wil echt het meeste donker echt tegen het besje aan hebben. Zo, draai ik hem heel even op. En dat is ook het mooiste, hè, van liner gel, want je kunt gewoon door blijven werken. Het is zo stug eigenlijk, dat het echt wel op zijn plek blijft liggen. En als je dit lastig vindt met liner gel, omdat het juist zo stug is, zou je er ook voor kunnen kiezen om druppeltje base en top, dat heb ik al eerder verteld. Of bijvoorbeeld met Black is Black gel polish. Dan wordt hij wel iets minder zwart. En ik hou echt van die liner gel, omdat hij zo gepigmenteerd is. Ik vind het echt een geweldig product. Nou, dan heb ik eigenlijk overal mijn schaduw toegevoegd, behalve aan mijn besjes. Daar wil ik ook in het midden echt een beetje schaduw. Heel klein beetje. Dus een beetje die kant op. Een beetje naar beneden toe. En een beetje dat besje ook. Zo. Nou, doe ik dit eventjes even weer flashcuren. Oh ja, ik moet ook nog een heel klein beetje schaduw. Hier natuurlijk, hè. Zo, heel klein beetje. Dat doe ik echt met het puntje van mijn penseel. Ik rol hem weer leeg en ik blend hem eigenlijk naar de bovenkant. Ik doe het nu allemaal met liner gel, maar ik kan dit ook met masterpaints bijvoorbeeld. Als je dat fijner zou vinden om mee te werken. Het is echt geen must hoor dat dit met gel moet. Ik doe hem even flash curen. En dan is het tijd voor de outlines. En dat ga ik doen met Katharina's Choice, Jessica's Choice. Die vind ik daar het allerfijnste voor. Maar voor die extra fijne details pak ik toch echt wel de Katharina. Zoals de outline voor de besjes. Echt geweldig daarmee. En ik werk nu natuurlijk op de extreem matte top. Dus dat vind ik wat fijner schilderen. Okidokie. Laten we dan ook maar beginnen met die besjes. Ik laat mijn penseel. Ik begin dan. Ik zet mijn penseel recht neer. En of je nou echt van links naar rechts of van rechts naar links een rondje schilderen is en blijft lastig. En er is geen één manier. Weet je wat echt het makkelijkste werkt voor jou? Dit is ook echt een hele goede training, hè, om je handpainting skills een beetje onder de knie te krijgen. Rondje schilderen. En het alfabet schilderen natuurlijk. En ik begin altijd met rondjes van links en halverwege ga ik de andere kant op. Dat vind ik makkelijker. Terwijl jij een aantal van deze outlines aanbrengt, wil ik even inhaken op wat er wordt besproken op dit moment in de groep. Dat gaat namelijk over prijsstelling en verkopen aan je klanten. En ik zie dat er tussen Gemma en Wendy Maria, jullie hebben daar een discussie over. Maria zegt... Wendy Maria zegt, ook wordt er nauwelijks nagelriemolie of handcrème verkocht. Mensen houden hun hand op de knip bij mij. Nou, ik realiseer me dat dit iets is waar heel veel nagelstylisten tegenaan lopen. En iets is wat al vaak in de kern verkeerd gaat. Dus je begint al in het begin van je opleiding te weinig geld te vragen voor je behandeling.
of je bent op te veel modellen aan het werk die nooit klanten gaan worden die het volle MEP gaan betalen. Want het is dan je zus, je schoonzus, je vriendin, et cetera. En daardoor kom je in een soort verkeerde spiraal terecht. Maar aan het eind van de dag moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat jij een goed inkomen overhoudt aan jouw werk in de nagelstudio. En ook dat jouw werk naar waarde wordt ingeschat. En ook dat jouw klanten de producten aanschaffen waarvan jij vindt en adviseert dat je die ook echt nodig hebt. Zoals een nagelriemolie of handcreme. Omdat ik daar heel erg over ben gaan nadenken en ben gaan praten met onder andere Cheryl, hebben we een heel plannencampagne gemaakt om in 2021 veel meer de focus te leggen op het optimaliseren aan de ene kant van je behandeling, tijd, en aan de andere kant het verbeteren van je prijslijst en je bewuster te laten zijn van wat jij toch wel echt moet vragen voor de type behandelingen die jij aanbiedt in het salon. En ook hoe je dus goed en op een goede manier verkoop doet in jouw salon. Want een goed advies leidt tot een goede aankoop. Dus voor mij wordt 2021 echt het jaar waarin we ons meer daarop gaan focussen. Aan de ene kant op technisch niveau, om meer diepte te geven aan Nail Talk Live. Maar aan de andere kant ook op dit financieel boekhoudkundige deel van onze branche. Omdat we dat nog wel eens door de passie een beetje vergeten. Dus ik wilde dat eventjes benadrukken en even uitleggen. Dan weten jullie dat ook alvast. Dat we daar dus echt veel meer diepgaande aandacht aan gaan besteden. En in haar live natuurlijk van 18 januari gaat Cheryl hier ook al over praten met mij. Dus dan starten we dat eigenlijk al een beetje in. En gedurende het jaar zullen we daar steeds vaker op terugkomen. En jullie daar wat duidelijke handvatten in geven die jullie kunnen gaan gebruiken. Laten we gaan kijken bij Jessica hoe ver je nu bent. Ik ben al klaar. Nee hoor. Ik heb heel snel even outlines aan één kant gedaan. Want daar wil ik altijd lekker met mijn kuif in beeld zitten. Dus bedankt Pepijn. Nou kan ik jullie de rest laten zien. Ik heb hier alle outlines al gedaan. Nou, dit blad heb ik nog overgelaten voor jullie. Om te zien op beeld. En met de Catharina's Choice ga ik echt overal heel zachtjes en rustig langs. En als ik nou denk van, oh, ik vind dat blaadje net even iets te breed daar. Dan kan ik dat natuurlijk nu ook gewoon een beetje fixen. Hè? Door mijn lijntje iets dikker te maken. Dan dat hij eigenlijk behoort te zijn, waardoor mijn groen weer perfect strak is. Nou, ik ga al die lijntjes, die banen die ik net heb gemaakt, extra diepte geven door er een zwarte lijn tegenaan te zetten. Er wordt even tussendoor wordt er ook gevraagd of je nog Olaf gaat doen. Dat ga je hierna nog ja, doen, hè? Ja, hierna. Dat is de laatste. Save the best for last, zeggen we altijd, hè? Ga ik even hier een lijn omheen zetten. En omdat ik toch met dit hele fijne penseeltje ook hele dunne lijntjes kan zetten, pak ik eigenlijk uit die gel die nat is van die outline elke keer een streepje en die trek ik tjoek, de andere kant op. Nou, dan hebben we eigenlijk alle outlines gedaan. Dan kan die in de lamp, hè? En mis ik eigenlijk nog een heel klein beetje highlight. Misschien in mijn besjes nog. Ik doe deze even flash curen. Ik ga mijn penseel even schoonmaken. Want ik wil ook met mijn Catharina's Choice en de Liner Gel White mijn highlightje geven. Ja, die heb ik net al laten zien. Dus ik zet hem rechtop. En een klein cirkeltje. Zo. Ach ja, dan kun je hier nog misschien een extra highlightje zetten. En hier misschien, hè, om die extra schittering. Dat is ook zo grappig, hè? We horen Wendy nu lachen. Dat blijft een dingetje, hè, tussen ons.
als iemand van ons van het Nail Talk Live team ook het woord schittering zeggen, moeten we allemaal lachen. Nou nee hoor, want flonkeren doen we allemaal tijdens de schitterende dagen die gevuld zijn met fonkelend kristal en een schimmerende tafel. Nou, speaking of flonkeren, ik denk dat het moment daar is om hem af te lakken. Ik doe dit even in de lamp en daarna ga ik hem aflakken. Dat doen we natuurlijk met een glanzende lak. Dus de Supreme Finish schreeuwt hierom. Misschien dat er nog een extra highlightje, nog extra achter. Heel klein sterretje, zullen we die nog toevoegen? Ik mis daarboven nog even iets, vinden jullie ook niet? Nou, ik ben het wel met je eens, ja, maar ik kan niet wachten tot we naar Olaf gaan. Ja, oké. Okay. Ik ben zelf bijna zelf in het rijden, aan het smelten. Ja, ik ga al. Alleen nog dit, maar dit maakt het wel af, Pepijn. Ik ben het met je eens. Dank je. Een flonkerend sterretje die een schittering geeft in de achtergrond. Hou op. Naast de fonkelende cat-eye-deeltjes. Ja. Absoluut, absoluut. Als je je nou afvraagt waarom we hier zo om moeten lachen, dan moet je naar de bloopers kijken. Zullen we dat ook gewoon een blooper maken die elk jaar gewoon weer terugkomt? Het is wel de allermooiste blooper. Nou, ik denk dat we sowieso altijd de blooper van Wendy erin houden. Ja, dat bedoel ik. Die is echt heel leuk. Zo, oké. Nu doen we hem in de lamp. Ja, echt heel leuk. En dan gaan we door naar Olaf. Ja, Syriza gaat ook helemaal stuk ervan. Zie. Heidi zegt die schittering en flikkering met Wendy Kuhns magnet. Ik probeer dan als model maar stil te zitten en niet te gaan lachen. Of te lachen en niet stil te blijven zitten. Het huiswerk wil Wendy nog een keertje doen, hoor ik in mijn oor. Oké. Houston is calling, Houston is calling. We gaan nog even het huiswerk doen. Het huiswerk is... Laat een leuke kerstset zien, dus 5 nagels, mag ook kolenpot, mag op tips, mag ook op je eigen nagels. En je mag alles gebruiken. Stempels, handpainting, cat eye, flonkerende strassteentjes, het is allemaal goed. En natuurlijk hebben we een nieuwe manier waarop jij je huiswerk moet aanleveren. Kijk maar eens mee. Ik heb 2 weken de tijd, dat was altijd al zo. Stuur je huiswerk in via de link die staat in het album van de betreffende e-workshop. Ga boven in de groep naar albums. Dat is even swipen en dan kom je op albums terecht, naast bestanden en zo, albums. Open dat. Dan zie je bovenaan Jessica's kerstworkshop. Open hem. Ga naar de opmerkingen. En dan zie je daarin de link zitten die naar ons e-learning systeem gaat. En daar kun jij je gegevens invoeren en je foto's uploaden. En alleen als je dat doet en je foto's plaatst in de Nail Talk Live groep, in datzelfde album, dan krijg jij je certificaat toegestuurd. Deze workshop krijg je het certificaat nog toegestuurd, maar de workshop vanaf aanstaande maandag gaan we die certificaten digitaal versturen, omdat de rest van kantoor dan gesloten is. Dus we hebben niemand die ons, mij, Wendy en de trainer, kan helpen om die certificaten te maken, uit te printen, een envelop te steken, et cetera, et cetera. Het is bijna een fulltime job aan het worden. Dat weten jullie misschien niet, maar het is echt zo. 300 plus certificaten iedere keer, maar die moeten allemaal natuurlijk wel worden gemaakt en verstuurd en gefrankeerd en geadresseerd. En omdat het nog wel eens verkeerd ging, hebben wij dat dus geautomatiseerd. Ik zei op een gegeven moment tegen Jaap, we moeten daar een manier voor bedenken. En Jaap, die bedenkt altijd alle manieren hier binnen het bedrijf. Dus die kwam bam, 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 moeten we het zo doen, zo doen, zo doen, noem het zo. Nou, en dat was eigenlijk deze keer de eerste keer dat we het op die manier zouden gaan doen. Super fijn natuurlijk. Ik ben wel benieuwd intussen wat Jessica aan het doen is. Ik wil heel graag aflakken, want dit is een heel mooi moment en die wil ik graag met jullie delen. Kijk maar even mee. Want, dit is echt zo'n moment hè, als die lak eroverheen komt. Jongen, 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 kijk nou toch. Dan doet je nagel ook echt. Ja, hè? En ik las ergens, jullie zitten vast weer aan de wijn. Nee, wij zitten niet aan de wijn. Nee, maar het is wel een goed idee. Ja, ik eigenlijk ook wel, Pepijn. Oh, wat mooi. Echt zulke gave dingen kun je maken met de cat eyes. En ik had jullie al verteld dat ik al een aantal dingetjes, op kleinere tipjes had voorbereid. En die wil ik even aan jullie laten zien. Want...
Kijk, en dit zijn dan ook echt de achtergronden, hè, van de glitter cat eyes. En hier heb ik hem niet gebruikt. Ben ik echt gewoon alleen maar op mijn zwart gegaan. Gewoon een zwarte gel polish. En heb ik eigenlijk precies hetzelfde gedaan. En dit is op een witte gel polish. En heb ik wel een beetje schaduw erachter gegeven met de aquacolors. En speaking of aquacolors, dat is het volgende design waar ik ook met aquacolors, of aquacolors, glasgels, sorry, glasgels ga werken. Dus ja, je kun je ook heel leuk schaduwen mee in de achtergronden maken. Maar je kunt er ook ombre's mee maken over glittergel polishes. Dat is namelijk het begin van Olaf. Ja. En terwijl jij dat gaat voorbereiden, heb ik van Annabel de opmerking. Hi Annabel. De gemstone nagel van Syriza, dat was toch een challenge? Of was het een e-workshop? Net heb je heel goed, dat was een challenge. En in de kerstshow van woensdag 23 december, dat is dus over 6 dagjes, gaan wij bekendmaken, of maak ik bekend, wie de winnaars zijn van die prachtige gemstone nagel. Ik weet toevallig dat jij een hele mooie had gemaakt, Annabel. Ik heb ze namelijk natuurlijk ook in de gaten, want ik vind het een prachtige nagel. Sowieso, zet het in je agenda. Hè? 8 uur aanstaande woensdag, 23 december, de kerstspecial van Nail Talk Live. En het is best een lange show met heel veel demo's, heel veel gezelligheid, discussies. De trainers zijn er allemaal, als jullie hebben opgelet. Dan hebben jullie ook gisteren foto's kunnen zien voorbij komen op Facebook. Natuurlijk allemaal met 1,5 meter in achtneming. Dus de kerstshow volgende week. En dan maken we bekend wie de laatste Syriza's Challenge van dit jaar heeft gewonnen. Stuur nou je huiswerk in voor deze workshop van Jessica. Maak je ook kans op een geweldig leuk pakket. Daar zit in ieder geval in het Fluffy Brush, de Detailers, de Cat Eye Top Gel en allemaal leuke kleine verrassingen. Want wij zijn gek op verrassingen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat Jessica nu gaat doen. Ik ga nu beginnen met de achtergrond van Olaf. En die wil ik een beetje opleuken. We hebben natuurlijk een prachtige nieuwe glitterlijn, de Balmasqué. En die zijn echt geweldig. Maar die kun je nog mooier maken met daar overheen ombre's makend met onze glaspolishes. En ik ga een beetje in de groentinten werken. Pepijn weet vast de naam wel van de kleur die ik nu... Welke? Dat is een beetje die anthracite kleur. Volto heet hij? Volto. Volto. Natuurlijk Volto. Zijn onze Balmasqué glittergel polishes genoemd naar de personages van de Commedia dell'arte. En de Commedia dell'arte, dat is eigenlijk het Venetiaans gemaskerd bal wat tijdens carnaval wordt gevierd. En alle figuren zoals de Volto, die hebben een speciaal masker. En dat masker is hun identiteit tijdens deze avond van mystiek en verwondering. Leuk hè, maar het is gewoon de donkergrijze anthracite glittergel polish. Bedankt, Pepijn. Nou, en ik pak nu een aantal glaspolletjes op. En ik wil ze nou onderling gaan mixen. En de blauwtinten zijn geweldig, de groen is ook geweldig, maar mix die kleuren bij elkaar en... Oh my god, je krijgt prachtige petrolkleuren. De donkerblauwe glaspolish ga ik nu eerst mixen door mijn groene glaspolish. En ik laat het jullie dan even zien. Ik denk dat je het best op de nagel kunt zien. Dus ik rol hem dan af. En omdat die transparant zijn, dan wordt hij echt... Ja, heel mooi. Petrolblauw. En hier tegenaan leg ik. Nou ga ik dus een mix maken van de cyan blue. Dus die iets lichtere blauw. Ook weer door mijn groen. En dan wordt hij een beetje. Ja. Beetje zoals de kleur in de groothandel, hè, Pepijn? Petrol-y. Ja, ik zit gewoon met name te kijken hoe heerlijk het glinstert. Ja, mooi hè? Ik word er helemaal van. Nou, en als je dan je ombre penseel pakt. Dit kun je ook gewoon met de detailer 3 wel doen hoor. Maar die kleuren die laten zich heel erg mooi ook mixen. En makkelijk ook mixen. Dit is echt gewoon easy peasy. Dan ja, is nu is het beter te zien op dit beeld vind ik. Maar dat is ja? Misschien persoonlijk. Je ziet nu iets meer dat groen petrol erin. Ja, oké. Ja.
Nou, en dan veet ik hem eigenlijk, want ja, de Volto is natuurlijk ook prachtig. Dus ik veet hem eigenlijk zo halverwege en dan stop ik. Laat ik hem eigenlijk verdwijnen in die Volto. Maar dit is echt een beetje om die achtergrond een beetje op te leuken. Extra dimensie te geven weer. En ook dit is gewoon prima te doen. En zo is het ook echt heel om leuk alleen om te dragen. Hè? Sorry? Om het gewoon zo te dragen. Ja, ja. We hebben natuurlijk heel veel kleurtjes. We hebben 6 glitterkleurtjes. Maar we hebben ook 6 kleurtjes glaasbolletjes. En die kun je onderling ook allemaal prachtig mixen. Want je kunt ook hele mooie paarstinten maken onderling. Door je rood met geel te mixen. En je roze met geel krijg je ook super gave kleuren. Dus probeer het uit. Ik ben daar echt toen mee bezig. En toen net die kleuren uit waren. Oh, de een was nog mooier dan de ander. Maar dit is wel echt mijn favoriet hoor. De patchwork kleuren. Ik hou ervan. Nou, die doen we even in de lamp. En dan hebben we eigenlijk een hele leuke, snelle achtergrond te pakken. En dan gaan we beginnen met Olafje. En Olaf, die ga ik schilderen. En Olaf bestaat uit 4 delen. Een kerstmuts, het hoofd en dan 2 delen voor zijn lijf. En de delen voor zijn lijf en zijn gezicht zijn natuurlijk wit. Ik ga daar ook weer schaduw over aanbrengen. En dat wil ik doen, ook weer met onze glaspolletjes. Alleen heb ik dan iets een plaklaag nodig. Dus ik pak Cerisa Sweeties en ik mix daar Whitest White Gel Polish door. Dan plakt hij een beetje en dan zou mijn glaspolish zou dan iets beter blijven zitten. Maar goed, ik begin nu eerst met het hoofd en ga dan door naar zijn lijfje. Ook dat doe ik met mijn Detailer 3. Dus ik pak eerst wat Cerisa. Op. Even draaien. Het mooiste aan de Cerisa Sweeties is dat ze gewoon, nou, ze hebben geen plaklaag, hoewel ik die nu wel nodig heb natuurlijk. Maar ze dekken echt supergoed. Als ik dit alleen met de Whitest White Gel Polish bijvoorbeeld zou doen, dan heb je toch al heel snel dat je nog een extra laagje moet aanbrengen. Omdat die toch minder dekkracht heeft. Dus echt geweldig. Als ik cartoon dingetjes doe, dan gebruik ik wel heel veel Cerisa Sweeties daarvoor. Nou, druppeltje van je gel polish erbij leggen. Kan ik eventjes mixen. En dan gaan we beginnen. Laat ik beginnen met zijn hoofdje. En je werkt gewoon nu op de plaklaag? Ja, ik werk gewoon op mijn plaklaag. En zet niet te veel druk. Dat is ook heel erg belangrijk, want dan zit je anders weer met dat je toch nog weer wat extra kleur. Ik begin met de bovenkant van zijn hoofdje. Die is wat puntig. En als je het lastig vindt om Olafje te schilderen. Wat is er? Wat lach je? Zit ik er weer voor met elkaar? Wacht even. Ja, er is een discussie. Anneke Willemsen is daarmee begonnen. Easy peasy en een beetje tjoek tjoek erbij. En dan niet te vergeten een beetje hatseflat voor een cool eindresultaat. Waarop Mieke zegt, met niet te vergeten wat pingelpangeltjes. Waarop vervolgens Sheila zegt, komt toch vaak wat meer uit als tjoek tjoek en hatseflats. En laten we het er maar op houden dat het niet de meest maatschappelijk verantwoorde benamingen zijn. Waarop Anneke zegt, yes. En dan steeds beweren niet aan de wijn te zetten. Als ik dat zeg, gaat mijn man bellen, denk ik. Nou, voor mij is het heel herkenbaar. Ik praat op precies dezelfde manier. Maar dat hoor je wel 30 december als ik mijn bloemetjes maak. Kom, we gaan terug. Ja, ja, inderdaad, dat tjoek tjoek. Maar dat werkt echt, hè. Je moet zelf dus ook nu tjoek tjoek gaan zeggen, dames. Dit is een hoofdje. Ik was dus half aan het vertellen dat als je het lastig vindt, want dit moet natuurlijk wel gewoon kloppen. Ik weet ook niet zo uit mijn hoofd hoe de oogjes zijn van Olaf. Dus dit soort dingen zoek ik echt wel op Pinterest, want het moet echt kloppen. Zijn hoofdje is een beetje puntig en hij heeft natuurlijk zijn leuke gezellige bolle wangetjes. Dus die steken een beetje uit. Hij heeft vrij grote ogen en natuurlijk dat neusje. Maar het is allemaal wel, het moet wel precies zo zijn. Anders is het gewoon een leuke sneeuwman. En ik wil nu echt Olaf maken. Dus dat soort dingen zoek ik echt op Pinterest. En dan doe ik Olaf of weet ik veel, hoe heet de film ook alweer, Pepijn? En dan kom je er wel bij. Frozen, ja, natuurlijk. Ik wou zeggen, let it go. Let ik wou gaan go. Zingen, maar zo heet de film niet, natuurlijk. Nou, tussendoor gaan we gewoon
flashcuren. En dan kunnen we gewoon makkelijk doorwerken. Maar dan weet mijn hoofdje, of het hoofdje van Olaf in ieder geval, dat hij daar moet blijven liggen. Kijk, en als je dit op een klant zou doen, ik vind het dan wel heel erg leuk om, om twee dezelfde te maken. Als je dat lastiger vindt, of als je denkt van ja, en dat doen klanten, dat weet ik, die gaan vergelijken dat dit Olafje misschien scheel kijkt en die andere juist wel recht. Maak er dan gewoon één en doe op de andere deze leuke achtergrond en maak daar leuke sneeuwsterren op. Ga die sugaren, want ik wil het hoofdje van Olaf natuurlijk ook een sugar bont randje geven, hè, voor de kerstmuts. En dan doe je op die andere nagel doe je gewoon een paar sneeuwsterren en die sugar je hatsevlats. En dan heb je toch wel iets meer tijd die je kunt besteden aan je cartoon, in dit geval Olafje. En de andere nagel, ja, heb je vrij snel klaar als art. En het past wel heel erg leuk bij elkaar. Tweede elementje, ook weer even in de lamp, flashcuren. Sabrina, jij vraagt of wij een lijstje hebben van alle producten die vandaag zijn gebruikt. Als het goed is, is dat lijstje al gepubliceerd, hè Wendy? Oh, ik hoor mijn oor. Oh, ja, ja. Oh, oh, ja, ja. Oh, oké, okay, ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja, hij staat in de groep. Hij staat in de Niltalk Live groep. Ja, en Wendy zorgt ervoor dat hij straks nog eventjes bovenaan komt, om het voor jou makkelijker te maken om het te vinden. En Aisha Kitas Dutter Gurrus zegt, Olaf, what is that? Well, that's one of the characters from Frozen. Yeah. Or is that a joke? No. Oh, okay. Nee, ja. Oké, okay, we gaan terug. Nee, dat is natuurlijk omdat we eigenlijk maar gewoon vanuit gaan dat iedereen weet wie Olaf is. Maar misschien weet niet iedereen dat natuurlijk. Ja, een heel erg schattig karakter uit Frozen. Moet even het midden goed opzoeken, want anders is hij een beetje out of focus. Ja, dank je wel. Nou, en ik laat zijn onderkant van zijn lijfje gewoon zo van die nagel afvallen. Het geeft ook een speels effect en het geeft mij iets minder tijd, iets meer de ruimte om andere dingetjes te kunnen schilderen. Hoppatee. Kost mij minder tijd. Hoppatee. Kijk eens. Nou, doen we deze in de lamp. Nou, pak ik ook al gelijk zijn mutsje mee. En zijn handjes. En zijn armpjes zijn eigenlijk stokjes, toch? Nou, we hebben ook Cerise Sweeties, een nieuw tint. En die is daar perfect voor, dus die pak ik er even bij. Nou, hij heet denk ik ook heel verrassend. Oh, Karamel heet hij. Ja, dat is wel heel verrassend. Heel verrassend, heel verrassend. Pak ik een heel klein beetje van op met Pepijn's Choice, want ik ga nu een lange lijn maken. Pak ik weer Pepijn's Choice. Dat is een goede opmerking van Wendy. Heet hij eigenlijk wel Olaf in het Engels? Olaf. Want Elsa is Elsa. Maar zou Olaf misschien niet dan Binky zijn of zo? Zou het? Goeie opmerking. Ik niet. Nou, misschien dat iemand het even kan opzoeken voor ons. Oké. Tjoek, tjoek. Hier gaan we weer. Tjoek, tjoek. Ja. Eén lijn. Hap, die kant op. En ook deze valt weer af, dus scheelt mij weer tijd. Maar ik creëer wel de illusie dat hier een arm heel vrolijk in de lucht, als zwaaiend, staat. Maar het is gewoon eigenlijk één lijntje. Nou, andere kant ook. Ik draai hem even om, dan kunnen jullie het beter zien. Ook weer even kijken. Daar moet hij dan zijn, hè? En hop. Zo. Dus deze doe ik ook weer even in de lamp. Nou, is het tijd voor de muts. Dat was ik net aan het vertellen. Daarvoor heb ik de Ruby Cat Eye weer. Want ik wil nog weer een special effect geven aan het mutsje. Maar ook als je het niet hebt, kun je het prima doen met gewoon een rode gel polish. Bijvoorbeeld Mace Choice, prachtige kleur ervoor. Of misschien een van de glitterlijn rode gel polishes die we hebben. Die zijn er ook heel erg leuk voor om te gebruiken. Zo. Nou. Mutsje. Loopt een beetje omhoog, zo, tot hier ongeveer, en dan zakt hij en het puntje valt dan echt naast zijn gezichtje. Dat ga ik doen met mijn detailen 3. Het hoeft echt niet helemaal perfect te zijn, want ik ga natuurlijk hier nog voor een bontrandje langs maken. Maar hij loopt dus iets omhoog, nou, dan ga ik naar het puntje toe,
Zo. En dan pak ik mijn magneet. En dan geef ik een extra lichtje zo aan de bovenkant. Hop. Even iets hoger. Zo. Ja. Nou, en een beetje schaduw aanbrengen. Ik had natuurlijk nog die gel polishes, die glass polishes hè, op mijn palet liggen. Dus die kan ik perfect gebruiken om te gaan highlighten. De donkerblauwe kleur, een beetje dat ijzige gevoel wil ik gaan geven. Of de cyaanblue is er ook heel erg mooi voor. Dus een beetje een mix van die twee ga ik net even in de hoekjes van de rondjes van zijn lijfje zetten. Oh, ja, dat kijk is maar mee. Ja. Nou, ik wil hier schaduw aanbrengen. En je kunt dan ook nog meer volume creëren, volume een gevoel geven door juist hieronder elk gedeelte van zijn lijf, dus bij zijn nekje en aan de onderkant bij zijn lijfje, daar schaduw te geven. Daar creëer je ook nog weer extra het volumegevoel mee. Dus ik begin met het volgen van het onderste elementje. En hier heb ik dus ook echt die plaklaag voor nodig. Als ik dit alleen met Cerisa zou doen, met Cerisa Sweeties dan, hè, wel te verstaan, heb je toch dat hij minder lekker glijdt. En ik wil hem, hij glijdt dan juist te veel. Ik wil hem juist een beetje plakkerig hebben. Ook weer, als je dit lastig vindt, pak een beetje bezemtop. En dat zal je zeker helpen om die blend wat softer te krijgen. Ja, ik krijg een heel mooi compliment van Amber. Maar even serieus, dat talent van Jessica is ongekend toch? Niet normaal. Oh, wat ja, lief. Ja, is wel echt zo. Dankjewel. Super lief. Nou, even flesje. Tjoek tjoek. Klein druppie bezemtop. En dan gaan we door naar het volgende stukje. Oh, precies daar. Aan de achterkant en hier een beetje extra schaduw. Ik rol hem leeg. En ik volg eigenlijk met een plat penseel het elementje. En rol het overtollige weer weg op mijn brushwipe. Nou, dus ik duw hem eigenlijk een beetje echt in die hoekjes. Nou weet ik dat mijn nekje, die loopt een beetje vierkant, die loopt een beetje zo. Susanne zegt, het ziet er zo simpel uit wat je doet. Als ik nou hetzelfde zou doen, wordt het een horrorsneeuwman. Is ook leuk. Ja, is hartstikke leuk. Gewoon leuk, Pennywise the Dancing Clown uit It. Hè. Ook supercool. Heb Jessica ook een keer gemaakt? Dat is denk ik 3 seizoenen, heel veel seizoenen geleden. Ja. Ja, heel veel. Ja, dat was een handpainting, hè? En toen hadden wij, waren wij ook met alle trainers uit de buitenlanden en zo, waren we allemaal bij elkaar. En gingen we even naar de studio om de show op te nemen. Toen deden we dat nog live, hè, Pepijn? Ja. Maar ik wist mijn god niet wat ik moest maken. Dus dan heb ik echt... Maar dat was echt een hatsenflats. En die was echt zo klaar. Misschien kun je het nog wel terugkijken. Trouwens, weet ik eigenlijk niet. Vast wel. En anders kunnen we het Charjane wel even vragen. Want die was wel heel erg tof. Nou, gaan we de vorm van zijn gezichtje gaan we volgen. Doe ik dus ook weer met die cyaan. Blue. En het puntje van mijn detailer 3 ga ik daar langs en ik wil ook een beetje aan de onderkant van zijn gezicht schaduw geven. Dus ik heb nu echt nog maar lijntjes. Ik leg hem weer plat. Trek, druk, trek, druk. En al blendend ga ik weer diezelfde lijn volgen. Hij ziet hem al echt tot leven komen, hè? Cool, hè? Ja. Nou, ook deze Olaf, net zoals al mijn art, hebben outlines nodig. Want dat maakt of breekt
je design. Als ik een outline zou pakken, pak ik eigenlijk altijd zwart, want ik hou van zwart. Alleen in dit geval vind ik dat te hard. Wat zei ik? Ja, echt, ik vind het te hard. Dus ik ga nou een mix maken. Wel met zwart, maar dan ga ik mixen door mijn glaspolletjes. En dan krijg je een iets donkere kleur, donkerblauw. Want dan wordt de outline gewoon minder hard en wordt het allemaal iets bij elkaar passender. Dus ik ga nu mixen. Even als die uit de lamp komt. Oh, dat is grappig. Amber zegt, ik heb dus een aantal klanten die vroeger altijd klant waren bij Jessica. Het eerste wat ik ook altijd zeg is, oh my, she's the best role model ever. Maar haar talenten kan ik echt niet aan tippen. Niet omdat ik nog beginnen ben, maar sowieso. Wat zij kan, kunnen er maar weinig. Dat is wel grappig dat zij een aantal van jouw oud klanten heeft. Nou weet ik ook welke Amber, Amber is. Hi Amber. Superleuk. Ja, dat klopt. Amber, die komt... volgens mij woon je ook echt in Losser, hè? Ja, superleuk. Haar tante, die heb ik echt jaren gedaan. Maar ja, drukte en geen tijd meer. Dus ik ben heel erg blij dat jij haar nageltjes nou verzorgt. En ze maakt echt supermooie nagels. Oké, schaduw. Die outlines, hè, waar ik het over had. Dan ga ik even met Jessica's Choice naar mijn palet. En nou pak ik mijn Liner Gel Black. En ga ik door de donkerblauwe glass polish. En ik wil wel het volume hebben van mijn Liner Gel. Dus het moet ook niet te veel glass polish gaan krijgen. Want dan worden je lijnen natuurlijk minder scherp, minder strak. En dan is je outline een prachtige petrolkleur. Zo. En dan volg ik al mijn lijntjes nog een keer. En geef daardoor net even dat hij wat strakker wordt. Zien jullie dat? Ga ik hier ook tussendoor. Lisette merkt op, ze zijn al bijna 3 uur bezig. Een supermooie live. Ja, en het is nog niks, hè, want tijdens de coronaperiode, tijdens deze lockdown, heb ik eigenlijk geen eind aan de live workshops. Het ligt eraan hoe geïnspireerd de trainer is en hoeveel jullie reageren. En dat samen zorgt ervoor dat wij op een gegeven moment voelen dat het eind van deze workshops nadert. En dat is nu nog niet het geval, want Jessica is nog lekker bezig. En ik ben wel heel benieuwd hoe die Olaf eruit komt. Nou ja, ik heb hem al gezien. Maar ik wil toch zien hoe ze maakt. Nou, zo heel veel hoeven we natuurlijk niet meer te doen, hè? Dus het einde nadert wel, hoor. Nou, eerst al de outlines. Nu zie je ook dat mijn wit ook gewoon lekker strak wordt, hè? Dingen die dan misschien een beetje wiebelig in eerste instantie gezet zijn, hoppatee, die kun je hier weer mee fixen. Nou, dit is een gekke opmerking die we zojuist binnenkrijgen. Wat? Van Imka. Die zegt, nee, let op, zit je heerlijk te genieten van deze live, gaat de deurbel. Ja, je gelooft het niet, maar handhavers aan de deur. Huh? Met de woorden, u bent aan het werk, zo te zien. Ik heel verbaasd, Imka dus. Nee, jawel, zegt de beste man, we zien dat uw verlichting aan is in de salon. Dus ik zeg weer verbaasd, ik ben een online training aan het volgen. Ze horen natuurlijk de stem van Jessica op de achtergrond en vragen of ze in de salon mogen kijken. Na legitimatie gevraagd hebben, heel verstandig, ja. Heb ik ze laten kijken. En ja, toen waren ze natuurlijk verrast en wensen ze mij een hele fijne training toe. Ben even van de leg, geloof ik, maar ben er weer. Nou, hi Imka, wat fijn dat je er weer bent. En ik snap dat je een beetje van de leg bent, zou ik ook zijn. Nou, juist ja, zeg. Er was gelukkig niemand, ja. Ja, wat oh, bizar, wat heftig, hè? Ja, dat echt. Dat deden we toch in gekke tijden. En ja. Hoe, Pepijn, jeetje. Ja, oké. Okay. Ja, kom terug. Nou, wow, ja. Hè, nou, fijn dat je gewoon weer lekker mee kunt doen. Lekker even je hoofd even leegmaken nu, hè? Lekker mee, Arten. Oké, nou ga ik... Ik heb alle outlines dan nu gedaan. Nou mist er nog een heel klein stippie. Zijn knoopje, hè?
hier ongeveer. Mieke, jij stelt de vraag, ik heb één master detail. Kan ik deze het best houden voor masterpaint? Of kan ik dezelfde gebruiken voor bijvoorbeeld liner gel en of gel polish? Je kunt altijd je gelpen of je master detailer penseel maar met één product gebruiken. Mm-hmm. Dus je gebruikt de master detailer een speciale voor je verf, een speciale voor je liner gel en een speciale voor je gel polish. Dus je moet nooit van verf naar gel gaan en van gel naar verf met één penseel. Want dat werkt niet. Maar je kunt met de master detailer natuurlijk met gel werken. Je kunt daarmee met gel polish werken en met verf werken. Ik heb een heel klein beetje burning orange gepakt. De gel polish. En geef daarmee de kleur aan zijn neusje. Die hard ik even uit. En dan ga ik door met de outlines. Maar nu ga ik echt zijn oogjes ga ik doen. En zijn oogjes zijn heel groot en heel gezellig. Maar hebben ook iets bredere randjes aan de bovenkant. En zijn wenkbrauwtjes, die zijn ook wel, nou, het zijn eigenlijk net mijn wenkbrauwtjes, zijn wat hoekiger. Ik heb Olaf wenkbrauwtjes. Of Olaf heeft Jess wenkbrauwtjes, maar net hoe je het wil zien. Die moeten we dan nog maken. En dan de outline om zijn neusje natuurlijk en zijn mondje. En een sneeuwman met tandjes. Maar Olaf heeft echt tandjes. Dus die gaan we ook nog even toevoegen. Zo. Even kijken of ik hier nog een beetje bezem top heb. Nee. Ik begin dan met de oogjes. Dat is voor mij mijn guideline waar de rest moet komen. Ook dit is dan weer van essentieel belang. Zijn ze groot? Zijn ze niet groot? Zijn ze misschien een beetje scheel? Hè? Dat kan ook juist heel grappig zijn bij een cartoontje. En de oogjes, die moeten mij aankijken. Dus ik begin ook weer met diezelfde kleur, outline kleur, doe ik dat. Een iets grotere. En daar komt dan de tweede. Als je het eng vindt, dan doe je even flash cure, hè, tussendoor. Dan begin ik met mijn eerste lijn tegen het neusje aan. En ik trek hem omhoog, 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 omhoog. En ik begin dus aan deze kant. Weer terug naar dat lijntje. Oognummertje 1. En dan ga ik tegen dit lijntje aan. En die maak ik weer ietsje kleiner. En die verdwijnt weer richting het neusje. Tjoek. Kan ik gelijk al ietsje fixen van dit pupilletje. Hoppakee. Doe dit even in de lamp. Bovenkant van mijn ooglidjes, die moeten iets breder. Doe ik ook weer met die outline kleur. Die petrolkleurige. Mix. Aan de bovenkant begin ik ook weer hier wat dikker. Echt aan de bovenkant. En dan trek ik hem met het puntje richting de onderkant van mijn oogbol. Kijk, daar komt hij al. Dus ook weer dikker naar dunner. Zo. Kan ik gelijk de outline van mijn neusje pakken. Heel dun. En een gebogen lijn. Ook weer om te benadrukken dat een worteltje ook echt rond is. Dan ga ik de wenkbrauwtjes natuurlijk nog doen. Hè? Zoals gezegd zijn die een beetje hoekig. Dus ik begin met de lange lijn. En ik trek hem ietsje breder en dan tjoek. En nu moet je echt tjoek zeggen, hè? Dat werkt. En ook aan deze kant. En Kimberly zegt dat mondje gaat hem straks helemaal doen. Tjoek. Dat denk ik ook, ja. Ja, denk ik ook. Maar ik zie nu al wel Olaf. Jullie ook toch, hoop ik? Nou, ik zie Olaf in ieder geval beter dan destijds Tijgertje. Die was ik samen met Jessica aan het filmen, dat is alweer een paar seizoenen geleden.
En ze was bezig en ze zegt, ja, hier zit het bekje en hier zit dit. En ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, nou, ik zie het niet hoor. Ik ben heel creatief in mijn hoofd, maar zo creatief niet. En hier zie ik het in ieder geval wel. Dus ik heb alweer een stapje verder gedaan. Gelukkig, Pepijn. Oké, Sebekkie, hè, die tandjes. Oké, ik begin met de bovenkant van zijn mondje. Hij gaat lachen natuurlijk, want dat doet Olaf altijd. En de bovenkant van zijn mondje is gelijk mijn guideline. Hè, waar mijn tandjes moeten komen en dat zijn bekje zo leuk open staat, zo gezellig. Dus ik begin hierboven. En ik ga iets naar beneden en tjoek, iets omhoog. En dan weet ik gelijk waar mijn tandjes moeten komen. Want dat is dan hè, het midden van mijn oogjes. En als mijn tandjes nou net even iets te scheef zijn of toch iets te breed, geen probleem. Kan ik altijd nog later weer fixen, omdat ik de binnenkant van mijn mondje natuurlijk een donkere kleur ga geven. Nou, en nu Sebekkie. Die loopt ook een beetje gebogen, een beetje in de vorm van zijn nekje. En hop. Nou, dan vind ik eigenlijk dat zijn tandjes ietsje smaller mogen. Dus ik zet gewoon een extra donker lijntje daar. Nou, zie je hem? Ja. Oké. Ik zie een hele vrolijke Olaf. Ja, die is leuk, hè? Ik trek dit lijntje en die vind ik nog net iets te breed. Weet je, aan wie Olaf me altijd doet denken? Aan Pepper. Oh ja? Ja. Ah. Die is ook zo'n vrolijk hondje. Maar dit is dan een vrolijk sneeuwpoppetje. Ja, zeker. Pepper is echt een heel vrolijk hondje. Schatje is het. Nou, dan hebben we eigenlijk alle outlines hebben we nu gedaan. En zijn we eigenlijk klaar voor het laatste. En dat is het sjurren van zijn kerstmuts natuurlijk. Dit gaan we wel aflakken. En dat doe ik met een extreem matte top. En daarop ga ik weer met die Cerisa Sweeties, want die zijn zo geweldig, want die hebben geen plaklaag. En daar kan ik gave glitters in sprayen. En daar ga ik een mermaid spray in sprayen die iets groffer is. De Blue Iris is dat. We hebben twee kleuren, Pink Iris, zeg ik dat goed? En Blue Iris, ja. Pepijn? Ja. En die zijn geweldig. Ik hou ervan. Maar laten we eerst even hier naar kijken. Als ik nou even naar Sebekkie kijk, vind ik dat ik net even iets meer schaduw mis. Dus ik pak nu Liner Gel Black. En die leg ik hierboven. Zo. Mijn detailen 3. En ik ga mijn bekje nog net even iets meer schaduw geven. En dan is die echt ready to go. Nou. En? Ja. Oh. Ja, is leuk, hè? Ja. Nou, doe ik deze in de lamp. Ook dat heb ik natuurlijk al voorbereid, hè. Als ik deze dus helemaal heb afgelakt, zie je misschien ook, misschien dat hoogteverschil. Dus zou je ook weer dat rubber base verhaaltje kunnen doen. Mat aflakken en dan hebben we hem er zo uitzien. En één keer een matte top is echt geweldig. Want dan zie je ook echt nog alle glitters in de ondergrond. En alle kleuren zijn ook nog lekker knalliwallie. Dan pak ik mijn Cerisa Sweeties. Oh, en mijn glitterspray moet ik even pakken. Ja, de Blue Iris. Even check, dubbel check. En dan leg ik een druppel. En dit wordt dus, hè, de kerstmuts, bont, kraag, dingetje. Rand. Bont, kraag, rand, kerstmuts, ding. Shizzle. Ja, hatsplat. Oké. En die doen we hier zo. Tjoek. En natuurlijk nog onderaan het mutsie. Ah, oh, ja, natuurlijk. Er moet ook nog iets, hè. Maar hoe leuk is het dan als we hier ook nog heel even doorheen gaan, hè? Eventjes met mijn penseeltje. Hè? En dat ik even zo tjoek. En dit moet je dus ook getjoekt zeggen, hè? Tjoek. En ik volg ook echt de rand van mijn mutsje op. Ja, en dat ik is ga wel ook echt heel cute. Echt zo. En ik ga ook nog een beetje over die leuke hoekige wenkbrauwtjes. Zo. En dan ook weer even die kant op. En deze kant moet dan even zo recht. En dan hop. Oh, kijk nou, wat leuk. En dat doe ik ook even bij die.
voor de extra gezelligheid op de nagel. En nu pak ik mijn glitter spray. Hey, ik hoor Olaf op de achtergrond. Heet hij nou ook Olaf dan? In het Engels? Ja. Toch wel, hè? Oké, ik doe hem heel even in de lamp. Ik ga vanavond Frozen kijken. Oh, leuk. Ik wil hem ook kijken. Maar hij ik is zo grappig. Hij is zo leuk. Nou, ik doe hem heel even 30 seconden in de lamp. Officieel moet het natuurlijk 1,5 minuut, hè? En dan pakken we our newfound friend, de fluffy brush. En dan gaan we die glittertjes verwijderen. En dan heb ik nog een eindresultaat voor jullie. Dat heb ik ook in de hoek. Miste net ook nog even een glittertje, hè? Heb ik met Cerise Sweeties nog een extra kerstster gemaakt. Nou, ik ga even mijn fluffy brush eroverheen halen. Nog. Kijk nou toch, wat een gezelligheid. En als we het eindresultaat, hè, dan heb ik hier dus ook nog een extra gezellig. En hier heb ik dus per ongeluk 2 lagen top extreem mat opgezet. Dus zie je dat de kleuren dan net even iets minder knal worden? Maar goed, dit was de allerlaatste. Het is toch echt een einde. Er is een einde aan deze e-life gekomen, Pepijn. Nou, dat jullie het niet te hard, te lang vonden. Maar volgens mij vond iedereen het wel leuk. Ja, nee, we hebben een behoorlijk aantal kijkers vast weten te houden. We zitten nog steeds op rond de 100. Dus ja, ik vond het echt geweldig vandaag, lieve Jessica. En ik vind het echt helemaal top gedaan. Wat leuk. En ik had me al heel erg verheugd op deze workshop natuurlijk. Maar goed, het was de moeite waard. Ik ben wel af en toe even gaan zitten, want ik heb wel last van mijn voeten intussen. Ja, maar dat snap ik wel. Zal ik nu even vertellen wat we nog meer gaan doen in de komende weken? Is goed. En dan komen we daarna nog even terug naar jou. Is goed, eerst even het huiswerk. Wat moet je nou doen als huiswerk om het geweldige certificaat te krijgen van Tjoek Tjoek Koningin, Hatseflats en Pingelpangeltjes, Jessica? Daarvoor moet je een kerstset maken. En je mag alle technieken gebruiken die jij wil. Maak een set van 5 nagels op Colourpops of op je eigen hand, waarmee je verschillende technieken laat zien. En hoe kun je die nou insturen voor jouw certificaat? Nou, dat is veranderd, zoals jullie weten. Heb ik al een paar keer genoemd, maar ik ga het gewoon nog een keertje noemen. Je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk in te sturen. Dat wil zeggen tot 31 december 2020. Stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album in de Nail Talk Live groep. Dus ga boven in de groep naar bestand, ga even swipen, dan kom je bij album. Open het album, dan kun je naar de workshop van Jessica gaan. Open die, ga dan naar de opmerking en daar vind je de link naar de e-learning portal, waar jij jouw informatie moet gaan uploaden en ook jouw foto's. En dat gebruiken we dan om geautomatiseerd jouw certificaat te maken. Plaats ook de foto's even in de groep, hè, om iedereen te blijven inspireren en te enthousiasmeren. Als je dat doet, krijg je ook daadwerkelijk het e-certificaat toegestuurd en maak je natuurlijk kans op die geweldige prijs die we gaan uitreiken, waar gedeeltelijk nog een verrassing is. Maar we hebben nog veel meer lives voor jullie klaarstaan in de komende weken. Want we zitten in een lockdown. We moeten natuurlijk wel die passie blijven voelen voor ons geweldige vak. En daarom heb ik meteen met al onze trainers contact gemaakt. En gevraagd, wanneer kun jij? En ondanks dat Magnetic Nail Design hier 2 weken dicht gaat, gaan Wendy, ik en de trainers gewoon door om jullie te blijven inspireren en om hele mooie dingen met elkaar te gaan maken. Nou, aanstaande maandag is dat de beurt aan Mirjam Zwart. Mirjam Zwart gaat inlay-technieken doen op Colourpops, die dus jij kan toepassen. Een week later op de 28, want tussendoor is natuurlijk kerst. En ja, en we hebben de kerstshow natuurlijk op 23 december om 8:00 PM. Is Cerisa Klein aan de beurt, Easy Floral Nail Art. En omdat Cerisa Easy doet, doe ik het met 3D. 2 dagen later op woensdag 30 december. Op 4 januari is Linda Verkooyen, Easy Glitters en Sugar Effecten. En dan op woensdag Deborah met Realistic Animals Made met Gel. We gaan gewoon door, maar maak een screenshot en we kunnen dan naar Wendy Koens en die gaat stiletto nagels maken. Op maandag 11 januari is het Sylvana Huibert, shorties, maar ook crystals en bullions. Wat kun je daar nou allemaal mee doen? Woensdag 13 januari, Michelle Taribuka wordt haar allereerste live en zij gaat 3D gel ornaments maken. Op vrijdag 15 januari, Annelies,
cartoons, Disney-inspired en ondersteund door Jessica. En we hebben maandag 18 januari onze nieuwe trainer in het Nail Talk Live team, Cheryl Jadonat Fink. En zij gaat praten over seduction en verkooptechnieken. Want Cheryl gaat zich in het komend jaar echt ontpoppen als business coach voor saloneigenaren, nagelstudio's en nagelstudio's die tegen dilemma's aanlopen. Bijvoorbeeld zoals jij, Wendy Maria, zei, ik wil mijn prijzen verhogen, maar ik durf het eigenlijk niet. Hoe pak ik het aan? Daar heeft Cheryl het antwoord voor. En zo gaan we in 2021 ons veel meer focussen op aan de ene kant technische verdieping en nog strakkere mooie nagels maken. En aan de andere kant ons beter bewust zijn van wat wij moeten vragen voor een behandeling en hoe je dat moet aanpakken. Dus de zakelijke kant van het vak. En ook aandacht voor de marketingkant van het vak. En zo hopen we dat we in 2021 ons allemaal het hele vak kunnen gaan verhogen. Ik heb heel veel zin in al deze live workshops en ik vind het ook ontzettend leuk om in deze dagen bij jullie te zijn en om met de trainer samen met jullie aan de slag te gaan. Ik ga kijken of ik nog even iets zie. Nou, mensen, hoe laat beginnen de workshops? Nou, wat een goede vraag van jou, Marieke. Dat ben ik helemaal vergeten om te zeggen. Dat is 14:00 PM. Dus de workshops zijn altijd van 2 tot ongeveer, met Jessica zal het 1:55 zijn. En nou ja, van 2 tot 4, zeg maar 5, zeg maar 4, zeg maar 5. Maar ik ga natuurlijk zorgen dat er regelmatig posts komen met de inhoud van die workshop. Welke producten worden er gebruikt? Wat kun je winnen? En hoe gaan we dat doen? En je krijgt ook dan een certificaat. Alleen tijdens de corona-workshops krijg je een digitaal certificaat thuisgestuurd. En vandaar dat het belangrijk is dat je via dat portal jouw informatie uploadt. Want alleen dan gaat dat goed werken. Nou, ik vond het in ieder geval geweldig leuk. Ik heb hard gelachen. Ik ga de volgende keer wel een flesje wijn erbij nemen, denk ik. Ja, goed plan. En het slotwoord geef ik voor nu even terug aan de Queen of Nail Art, onze enige echte eigen, Jessica. Super, super, super bedankt, lieve mensen, dat jullie toch met een heel groot aantal lekker hebben zitten kijken. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren en in ieder geval een glimlach op jullie gezicht samen met Pepijn heb kunnen brengen vandaag. En, want ja, zeg nou zelf, het art dat, en hè, de nagels en ons vak, dat is toch het allermooiste. Laten we die passie gewoon lekker vasthouden en ons gaan vastbijten in alle mooie dingen die we kunnen maken. Lekker trainen, zonder handhaving hopelijk, gordijntjes naar beneden. Hè? En dat we gewoon lekker kunnen trainen en oefenen en totdat we meer mogen werken. En dat we daar gewoon lekker klaar voor zijn en prachtige nieuwe dingen kunnen aanbieden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie heel veel sterkte. Maar vooral heel veel fijne, warme dagen. Want die komen er natuurlijk ook aan. Misschien iets eerder dan de bedoeling was al, hè, dat je vrij bent. Maar geniet wel van het samen zijn met elkaar. Wees dus lief voor elkaar. Blijf alsjeblieft veilig. En ja, ik hoop jullie snel allemaal weer te zien. Ja, ik sluit me volledig aan bij de woorden natuurlijk van Jessica. Maar ik wil ook achter de schermen Wendy bedanken. Want ja. Wendy is er niet alleen vandaag bij. En helpt mij af en toe in mijn oor met dingetjes die ik moet vertellen. Maar is er ook alle komende lives bij. Want toen ik gisteren aan Wendy vroeg, Wendy, zou jij misschien je vakantie kunnen opofferen om samen met mij. Het allereerste wat zij, ik ben er voor je. Ik ben er voor de nagelstylisten. Ik ben er voor Nail Talk Live. En zij is er ook voor jou. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je aanstaande maandag. En om het af te sluiten, Bal Masqué, de glitters, waar die Volto er dus één van was. Heel veel plezier ermee. Jessica bedankt, jullie bedankt. Blijf veilig, blijf gezond. Geniet van elkaar en geniet van ons vak. Doei!